In elk geval wil ik jullie van harte welkom heten op deze avond, het Erfgoedcafé van Onder de Radar. Het is een beetje het sluitstuk van de Erfgoedweek Midden-Limburg. Mijn naam is Greetje van de Kerkhoven. Ik ben coördinator van de IOED Kempen en Maasland, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. En ik mag de sprekers van vandaag inleiden. We hebben dit georganiseerd samen met de andere IOED's van Midden-Limburg en met de cultureel erfgoedcellen en het PCCE. We zijn heel blij dat we dit naar jullie toe kunnen brengen, want sinds 2018 hebben we dit soort netwerkmomenten kunnen doen in levende lijven. En voor ons is het dus ook een nieuw gegeven dat we het dit keer helaas van achter de computer moeten doen omwille van corona. We zijn toch blij dat het kan en dat dit onderwerp zich daar ook goed toe leent. We hebben reeds 3 edities gehad en we kijken er naar uit om in 2021 terug in levende lijven een netwerkmoment te kunnen organiseren. Maar dus de afgelopen week hebben we een aantal webinars aangeboden door onze erfgoedpartners of door onszelf georganiseerd. En we waren heel blij dat er gretig op is ingegaan. Ook op de website van erfgoedweeklimburg.be komen de webinars of de powerpoints van de afgelopen week te staan. Goed, we hopen dat we het erfgoedvuur warm kunnen houden en deze avond gaat daar zeker toe bijdragen. We zijn reeds een tijdje, sinds najaar van vorig jaar, betrokken in het Onder de Radar project en het enthousiasme van de 2 sprekers, Wouter Geijlen en Anja Neskes, werkte zeer aanstekelijk. Wouter Geijlen is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in conflictarcheologie, die ons mee heeft genomen in zijn verhaal en in zijn onderzoeken naar relicten van Wereldoorlog 2 op deze bijzondere manier terug te herontdekken. En we zijn blij dat we daaraan kunnen meewerken. En Anja Neskes is eigenlijk de bezieler van het project, die ons allemaal warm heeft gemaakt en warm gehouden in het afgelopen jaar. En een bergen werk heeft verzet om tot dit resultaat te komen. Dus wij kijken er ook naar uit om haar nog eens daarover bezig te horen. Ze werkte tot voor kort voor het PCCE en heeft nu een nieuwe taak of een nieuwe job opgenomen. We zijn heel blij dat ze er vanavond nog bij wil zijn. Goed, dat was het voor wat betreft de introductie. Kijk nog even mee naar hoe het programma eruit ziet. We gaan dadelijk horen over het onderzoek. Er wordt ook een introductie gegeven over Onder de Radar zelf. Dan komt het onderzoek en dan nemen we even pauze. Dat gaat een tiental minuutjes of een kwartiertje zijn. Ja, een tiental minuutjes. En daarna komt de hele uitleg, eigenlijk de workshop, zeg maar, die normaal gezien had plaatsgevonden met computers in levende lijven. En dan alleen aan de hand van computers, maar dat gaat nu dus online gebeuren. Dus dat gaat Anja voor ons doen. En dan komt er een conclusie. In principe gaan we iets voor 9 uur of rond 9 uur ten laatste afronden. Dus we nemen jullie graag mee in het verhaal van Onder de Radar, zodat jullie dit ook weer op jullie beurt kunnen verspreiden onder ons erfgoednetwerk. Ik ga eruit en Anja komt er nu in. Ja. April 1945. Wereldoorlog 2. De geallieerden voeren een uiterst geheime operatie uit. Het doel is een belangrijk deel van het Duitse archief buitmaken. De missie slaagt. Op een hooizolder in Beieren vinden ze duizenden documenten. Er zitten ook 594 unieke luchtfoto's van België bij. 96 daarvan tonen Limburg. De Duitsers gaan heel uitgekiend te werk. Ze leggen strategische locaties vast, zoals de Maastreek, het Albertkanaal, de mijnsites en het vliegveld van Sint-Truiden. Ook de Amerikanen maken luchtfoto's om het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart te brengen. Wouter Geijlen, archeoloog van de Universiteit Gent,
ontdekt samen met zijn team in het Amerikaans Nationaal Archief deze unieke reeks. De foto's geven een beeld van het Limburg van toen. Limburg heeft ontelbaar veel locaties die tot op heden geheimen uit de Tweede Wereldoorlog verbergen. Zonder dat je het beseft, bevindt er zich misschien wel zo'n locatie bij jou om de hoek. Wel, het is tijd om dat te ontdekken. Duik mee onder de radar en speur op de kaart naar bunkers, loopgraven, vliegvelden en relicten in het Limburg van vandaag en van vroeger. Verbaas je over al die uitzonderlijke lokale verhalen. Of deel je eigen relaas of historisch beeldmateriaal. Leg als eerste de laatste geheimen van de Tweede Wereldoorlog bloot. Onder de radar.be. Goedenavond allemaal. Ik ga hier even een korte inleiding geven voor het project Onder de Radar. Even een kleine situatieschets. Het is zo dat in de eerste helft van 2019 Wouter Gehlen met veel enthousiasme bij ons is aangekomen met een unieke reeks luchtfoto's uit Wereldoorlog 2. En uiteraard waren wij als provincie Limburg heel erg geïnteresseerd, want wij zagen onmiddellijk het potentieel, zowel op landschappelijk vlak als archeologisch vlak, als bouwkundig vlak. En al die foto's hebben ontzettend veel informatie. Die kunnen bijdragen tot bijvoorbeeld behoud, beheer, reconstructie en zo verder. Nu, uiteraard, als wij de UGent een opdracht zouden geven om het onderzoek verder uit te laten rollen, dan betekent dat ook dat daar Limburgs belastingsgeld voor werd betaald. En wij vonden het toch ook heel belangrijk dat al dat kostbare materiaal niet alleen ter beschikking was van onderzoekers en bij ons in het archief zaten, maar dat alle Limburgers daar gebruik van kunnen maken. En dat betekent natuurlijk dat het online moest geplaatst worden en we konden kiezen om het bijvoorbeeld op Geopunt te plaatsen. Maar dat is ja, ook voor een select publiek. En wij wouden echt een stap verder gaan. Wij wouden een participatietraject daarvan maken, waarbij de Limburgers echt aan de slag konden gaan met de luchtfoto's. We vonden het belangrijk daarbij dat onroerend en roerend erfgoed aan elkaar gekoppeld werd. Wij zijn een dienst dat zich bezighoudt met onroerend erfgoed, want sinds 2018 is roerend erfgoed naar Vlaanderen geschoven. Maar niettegenstaande hebben we er toch voor gestreefd om binnen het project Onder de Radar het roerende aan het onroerende te koppelen. Want wat is een gebouw zonder een verhaal? Wat is een archeologische site zonder een verhaal? Dus vandaar de oproep aan alle Limburgers om effectief verhalen uit de zolder gaan halen, uit de kelders bij oma, opa, grootouders en zo verder rond Wereldoorlog 2. We zijn nu 75 jaar. Allee, vorig jaar waren we 75 jaar na Wereldoorlog 2. Het is nu de kans om eerste rangs en tweede rangs verhalen nog te gaan capteren. Als al die verhalen online komen, niet alleen van eerste en tweede rangs getuigen, maar ook van diverse onderzoekers, IOED's, erfgoedcellen, die dagelijks bezig zijn met verhalen rond Wereldoorlog 2, dan wordt dat een hele bron aan informatie. Informatie die letterlijk door Limburgers op het platform geplaatst zijn, maar ook voor Limburgers op het platform geplaatst zijn. Iedereen kan de verhalen daar zelf gaan verkennen. En kan daar ook mee aan de slag gaan. En dat hopen wij dan toch ook. Hè, dat heemkringen, erfgoedliefhebbers, erfgoedcellen. Om het even wie onderzoekers daarmee aan de slag gaan. Om publicaties te maken, tentoonstellingen. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ook bijvoorbeeld archeologen die bijkomende informatie daarop kunnen ontdekken. Die niet op de traditionele CAI aanwezig is. En zo verder. Dus ik zou zeggen, maak er gewoon gebruik van. We hebben dat natuurlijk ook niet alleen kunnen doen. Ik weet niet, ja, de partners zijn juist weg. Dank je Wouter. We hebben dat ook niet kunnen doen zonder bijkomende partners. Ook dat vonden wij belangrijk. En wat belangrijke partners zijn de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten en de erfgoedcellen. Allebei roerend en onroerend, die ontzettend veel expertise hebben in Limburg, die ook heel dicht staan bij de erfgoedliefhebbers en de heemkringen.
En die het ook mogelijk maken om deze erfgoedcafés te organiseren, om jullie een beetje meer informatie over het onderzoek te geven en ook praktisch aan de slag te kunnen laten gaan. Daarnaast hopen wij natuurlijk dat zij een expertise ook in kunnen zetten om de verhalen te bewaren voor de toekomst, maar ook om mee te werken aan het behoud en beheer van alle diverse archeologische sites, landschappelijke relicten en dergelijke die gaan gevonden worden op dit platform. Andere belangrijke partner is Onroerend Erfgoed en Medea. Onroerend Erfgoed natuurlijk in de eerste plaats. Stel dat er sites komen die nog niet gekend zijn en die potentieel hebben om beschermd te worden. Een hele belangrijke. Maar ook op vlak van subsidies uiteraard. En het laatste belangrijke punt is metaaldetectie. We waren er ons heel erg van bewust dat metaaldetectie hier ook een belangrijke rol zou spelen. Dus in overleg met die twee partners hebben we besloten ook om aan sensibilisering te doen. Dat kunnen jullie ook zien op onze website. Dat voor metaaldetectie extra aandacht is, maar ook in de interviews die wekelijks gereleased worden, voor elke gemeente eentje, daar komen we straks op terug, zijn er ook meerdere metaaldetectoristen die aan het woord komen om toch een beetje een beeld te geven van doe het op een goede manier, doe het op een correcte manier en doe het met liefde en passie voor het erfgoed. En tot slot, last but not least, ook Monumentenwacht Vlaanderen en Monumentenwacht Limburg. Stel dat jullie een site hebben bij jullie, op jullie eigendom, en jullie willen daar wat meer aandacht aan besteden en weten niet goed hoe jullie dat moeten doen, dan kunnen jullie daar ook terecht om bijvoorbeeld een evaluatie te laten maken van de site. En zij kunnen samen met de IWD's dan ook advies geven over hoe je dat best aanpakt, waar je subsidies kan vinden en zo verder. En dan laatste wil ik misschien toch nog even aangeven, dat is toch het historisch centrum Luchtmachtbasis Brustum. We wouden heel graag onder de radar met een groot evenement lanceren op het vliegveld in Brussel. Het is helaas niet gelukt, maar het is een heel waardevolle partner. En jullie gaan ook begrijpen waarom de site van Brussel zeer belangrijk is. Ik zou zeggen, genoeg een woord vooraf en ik ga Wouter aan het woord laten. Dankjewel, Anja. Dankjewel, Anja en Greetje, voor de introductie. En dankjewel voor de uitnodiging om vandaag ons project hier te kunnen komen voorstellen. Ook iedereen bedankt thuis aan de computer op een vrijdagavond. Ik vind het wel speciaal dat jullie daar allemaal tijd voor uittrekken. En we zullen ons best doen om er een aangename avond van te maken. Goed, ik ga vandaag vertellen over ons onderzoek aan de Universiteit Gent en hoe dat tot onder de radar heeft geleid. Ik ben een onderzoeker, een archeoloog aan de vakgroep archeologie van de Universiteit Gent. En wij werken eigenlijk hoofdzakelijk op conflictarcheologie van de Eerste en van de Tweede Wereldoorlog. Conflictarcheologie is eigenlijk het bestuderen van de materiële cultuur van die recente conflicten. En wij doen dat aan de hand van luchtfoto's. En zo komen we al direct bij het kernthema van de avond. In een paar slides zal ik jullie eerst het onderzoek van de universiteit wat kaderen en dan gaan we verder in op de Limburgse beelden. Dus conflictarcheologie, dat is eigenlijk het bestuderen van de materiële overblijfselen van moderne conflicten. Dat is volledig complementair aan historische bronnen, dus dat brengt andere informatie naar boven over de mens tijdens de oorlog. Het is ook een combinatie van archeologie, geschiedenis en geografie, want we werken veel met kaartmateriaal en we bekijken eigenlijk het archeologisch landschap. We maken een overzichtsbeeld van dat archeologisch landschap en van die moderne conflicten. Dus eerder dan opgravingen te doen op één site of onderzoek te doen naar materiële voorwerpen, bekijken wij dat landschap helemaal. En dat landschap ligt vol overblijfselen uit de oorlog, zowel bovengronds als ondergronds. Zoals we hier links kunnen zien, een loopgraaf niet ver van het Albertkanaal in Ham, waarbij je op heel veel plekken in Limburg in de bossen dergelijke structuren kan aantreffen, die eigenlijk gewoon een zigzagloopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog zijn. Hier mooi geaccentueerd door die groene mossen. Maar we zullen heel veel voorbeelden zien in het komende half uurtje.
Het idee van zo'n overzichtsbeeld te maken is eigenlijk dat het landschap belangrijk is als laatste getuige. Dat is ook een concept dat in de studie van de Eerste Wereldoorlog belangrijk is. Voor Wereldoorlog 1 zijn de meeste getuigen al overleden. Voor Wereldoorlog 2 hebben we eigenlijk nog een laatste kans om verhalen en getuigenissen te verzamelen. En die lokale kennis, dat is net waar we bij Onder de Radar naar op zoek gaan. Waarom bestuderen wij luchtfoto's? Wij zijn archeologen, maar we zijn geen typische archeologen. Wij kijken eigenlijk naar digitale beelden. En waarom luchtfoto's? Omdat luchtfoto's ons het meest objectieve beeld van de realiteit geven. Dus een kaart, een trench map of een oorlogskaart, die is altijd een interpretatie van een militaire dienst of van een persoon. Terwijl de foto is een objectief gegeven. We hebben heel veel mooie foto's uit de Eerste Wereldoorlog en uit de Tweede Wereldoorlog, zoals deze oblique beelden. Dat zijn schuine beelden die het landschap tonen. Links van Ypres in 1915, waar je de brandende stad ziet in het begin van de oorlog. Rechts zien we Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een heel mooi overzichtsbeeld met een jager, een jachtvliegtuig, toevallig in beeld. En dat geeft ons een overzicht van het landschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar waar wij eigenlijk het meest mee aan de slag gaan, zijn verticale luchtfoto's. Dat zijn luchtfoto's die vanuit het vliegtuig recht op het landschap, recht naar beneden genomen zijn. En die zeer gedetailleerd zijn, zelfs in de Eerste Wereldoorlog. Is die kwaliteit van die foto's soms zeer, zeer spectaculair. Het hangt af van de vlieghoogte, van de weeromstandigheden, van de camera. Dus de kwaliteit is variabel, maar bijvoorbeeld dit beeld van de Ypres-boog in 1917 toont jullie het niemandsland, een lege zone waarin gevochten werd, over en weer werd aangevallen. We hebben hier de Duitse linies aan de linkerkant, de Engelse linies aan de linkerkant, dicht bij Ypres, en de Duitse linies aan de andere kant. We zien een heel complex systeem van loopgraven. En het is eigenlijk enkel door die foto's te bekijken dat we perfect kunnen weten waar welke loopgraven, welke verdedigingsinfrastructuur was ingeplant en gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk geen zo'n frontoorlog. We hebben een veel verspreider beeld. Maar dit beeld van Oostende in 1944 toont jullie een Duitse foto met aanduiding van alle infrastructuur van de Atlantic Wall, geschutsopstellingen meer in het binnenland, infrastructuur in de stad. Dus het spreekt voor zich dat die beelden heel veel informatie dragen. Nu, een beeld op zich is eigenlijk een illustratie, maar wij willen daar meer mee doen. Wij willen aan de hand van die beelden kunnen karteren wat er in het landschap aanwezig is geweest in die jaren van de oorlog. Dit is nu een voorbeeld van een Eerste Wereldoorlog beeld, gewoon om te illustreren dat het soms niet eenvoudig is om een landschap nog te herkennen op het einde van de oorlog. Dit is het centrum van Passendalen en het enige wat we eigenlijk nog kunnen herkennen zijn een paar invalswegen en de ruïnes van de kerk. Zo erg was het landschap verwoest op het einde van de oorlog. Onze methode is om perceelsgrenzen, wegen, gebouwen of ruïnes aan te duiden op de foto en op de digitale kaart in een geografisch informatiesysteem. En op die manier krijgen we geen afbeelding, maar krijgen we een foto die eigenlijk een kaartdocument is geworden. Alles wat we op die foto zien, kunnen we tot op een halve meter nauwkeurig, 20 centimeter nauwkeurig, een meter nauwkeurig, afhankelijk van de foto, lokaliseren in het landschap. En dan weten we wat op dat moment op die plek gebeurd is. In eerste instantie kijken we daar in detail naartoe. Ieder beeld heeft enorm veel informatie in zich. Als we kijken naar dit beeldje, zien we natuurlijk de loopgraven in detail. We zien hier nieuw aangelegde loopgraven die nog zeer scherp zijn en fel van kleur. We zien ook oudere loopgraven die daar al een paar jaar liggen in verschillende zones. We zien prikkeldraadzones die voor die loopgraven zijn aangelegd. En we zien zelfs camouflage doeken die in de velden zijn gezet om de vijand het zicht te ontnemen. Alles wat we zien op die foto's karteren we in detail. En dan krijgen we zo'n beeld in eenzelfde digitale kaartsysteem in een GIS. Karteren we al die loopgraven, borstweringen, bunkers,
al wat we zien op de foto's. En op die manier krijgen we eigenlijk een beleidsinstrument, krijgen we een kaart van wat er in, op dat moment, op die datum, op die foto zichtbaar is en dus in het landschap aanwezig was. Als we een hele grote stap terugnemen, en we doen dit niet voor één foto, maar we doen dit voor 20.000 beelden, zoals we voor de Eerste Wereldoorlog gedaan hebben, dan krijg je een overzicht van een compleet conflictlandschap. Hier zien we niet één loopgraaf, maar duizenden loopgraven die een volledig loopgravensysteem vormen rond Ypres. En dat hebben we voor de hele zone van de frontstreek in West-Vlaanderen al gedaan. De rode lijnen zijn de Duitse loopgraven, de blauwe lijnen zijn de geallieerde loopgraven. Je kan ook zien dat die wat door elkaar lopen, want de fronten verschoven, er werden offensieven uitgevoerd en loopgraven werden ingenomen door de vijand. En we zien ook enkele van de grote frontzones, ik bedoel enkele van de grote frontfasen. Dat zijn die zwarte lijnen. Dus dit is een heel ander beeld. Hier heb je echt een kaart waar je verder onderzoek kan op doen. Dat je kan gebruiken als beleidsinstrument om te zien waar archeologie uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig is. En dit vraagt natuurlijk weer verdere studie. Dus zoals gezegd, als we een foto georefereren, dan hebben we één beeldje. Als we dat doen voor 20.000 beelden voor Wereldoorlog 1, dan krijgen we eigenlijk een volledige dekking van de frontstreek in Vlaanderen. Daar werden tijdens de Eerste Wereldoorlog natuurlijk ook hoofdzakelijk foto's genomen. Op sommige plekken hebben we tot 160 beelden op één locatie van verschillende data, van verschillende uren, van verschillende maanden. Iedere foto is gedateerd, dus we kunnen eigenlijk een chronologie opstellen die zeer met een fijne resolutie waarop we kunnen zien, een loopgraaf is aangelegd in september 15, is in gebruik gebleven tot oktober 1916 en is dan verlaten, het front is verschoven, de loopgraaf is ingenomen. Dus we kunnen die chronologie van al die structuren ook heel goed bekijken aan de hand van die luchtfoto's. Naast Wereldoorlog 1 beelden zijn we de laatste jaren ook op zoek gegaan naar beelden uit de Tweede Wereldoorlog, omdat die ook in diezelfde hoofdzakelijk in dezelfde archieven te vinden zijn. Het leek ons interessant om dat ook eens te gaan verkennen. Dit zijn de blauwe beelden die we ondertussen hebben verzameld. Dit is een werk dat nog enkele jaren verder kan gaan, want we zijn 100% zeker dat we met die Wereldoorlog 2 beelden volledig België kunnen bedekken. Als we daar de tijd in investeren die nodig is om al die beelden in archieven op te zoeken, te digitaliseren en te bestuderen. Dus dit zijn de beelden uit de Tweede Wereldoorlog. En waar we vandaag naar gaan kijken, is dit gebied natuurlijk, Limburg in het oosten, waar we in een archief in Washington heel interessante beelden zagen opduiken. De rest van Vlaanderen is ook interessant, maar vandaag gaan we kijken naar deze kant. En waarom Limburg? Wel, de aanleiding tot onder de radar was eigenlijk een lezing over de Eerste Wereldoorlog in Mazeik. En sommige mensen hier aanwezig die herinneren zich die lezing nog, waar ik het onderzoek van de Wereldoorlog 1 uitlegde. Maar op het einde, we waren net terug uit Washington, en ik had enkele heel mooie beelden van Mazeik zien passeren. En op het einde van die lezing heb ik die getoond en was natuurlijk het idee, we moeten daar ooit eens iets mee doen. Die beelden zijn zeer gedetailleerd, zoals jullie hier rechts kunnen zien. En sommige beelden hebben annotaties, er zijn beelden van verschillende data natuurlijk, dus een zeer interessante dataset. En het zijn ook Duitse luchtfoto's, dat is ook iets speciaals, want veel Duitse beelden zijn niet, hebben niet de oorlog overleefd en zijn in de branden in Berlijn verloren gegaan. Dit is een beeldje van het vliegveld in Sint-Truiden, dat komt straks ook nog terug, om te tonen hoe gedetailleerd die beelden zijn. Maar toen op dat moment had ik alleen een lijstje van die beelden, van een honderdtal beelden met de toponiemen en de referentienummers die we in het archief hebben overgeschreven. Dus we zagen wel Kinrooi, Mazeik, Neerpelt, maar verder wisten we nog niet veel. En daar zijn we mee naar de provincie Limburg gegaan om te vragen of we daar eventueel iets mee zouden kunnen gaan doen.
Dus ik heb al gezegd, de luchtfoto's van Wereldoorlog 2 die zijn zeer talrijk. Van Wereldoorlog 1 zijn er miljoenen foto's genomen en ongeveer nog 500.000 bewaard in archieven wereldwijd. Van Wereldoorlog 2 gaat dat echt over miljoenen foto's. Er zijn echter zeer weinig Duitse beelden bewaard. En die uitzonderlijke reeks Duitse luchtfoto's die was eigenlijk perfecte aanleiding om na te denken over een project. Over het archiefwerk zal ik straks nog even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Die foto's zijn een unieke bron. Dit zijn beelden uit de jaren 40 van het historisch landschap in Limburg. Daar zit heel veel informatie over de oorlog, maar ook over de vroegere landschapsindelingen. Het zijn foto's van voor de stadsuitbreidingen en de grote infrastructuurwerken van de jaren 50, 60, 70. En onze vraag is natuurlijk ook, wat is daarvan vandaag nog bewaard? Welk erfgoed uit de oorlog, uit die periode, kunnen we vandaag nog in het landschap zien? En naast die luchtfoto's gebruiken we eigenlijk een tweede bron, en dat is het digitaal hoogtemodel, omdat dat ook zo'n overzichtsbeeld heeft van het landschap. En dat zal ik jullie straks ook verder uitleggen. Goed, we gaan eerst eens kijken naar die eerste collectie, die speciale Duitse luchtfoto's. In dat NARA-archief in Washington, de NARA is de National Archive and Record Administration van de United States, zitten 96 Duitse foto's van Limburg. Hoe komen die foto's daar terecht? Wel, blijkbaar is er in 1945 een strikt geheime missie geweest om de Duitse archieven te gaan veroveren bij de terugtrekking van de Duitsers. De geallieerden waren super geïnteresseerd, de Amerikanen wouden die beelden omdat ze wisten dat meer dan 3/4 van die luchtfoto's die de Duitsers gemaakt hadden, dat die gemaakt waren boven het Sovjetgebied. Dus de Koude Oorlog was eigenlijk al in zicht. De Russen die wouden die beelden om dezelfde reden. Ze wouden niet dat de Sovjetfoto's in handen vielen en ze wouden foto's van Europa. Dus er was een wedren en de geallieerden hebben die gewonnen. Ergens in Beieren op een hooizolder hebben ze het verstopte archief gevonden. En er zaten ongeveer 800.000 luchtfoto's bij. Daarvan zijn er een 600-tal van België en 96 dus van Limburg. Die zijn we in Washington gaan scannen. En de foto's zijn gemaakt van het najaar 1944 tot februari 1945, dus rond de slag om de Ardennen. En zeer speciaal aan die Duitse fotoreeks is dat die annotaties hebben in kleuren, in twee kleuren. Dus de Duitse militairen hebben die al bekeken en bestudeerd. In blauw hebben ze hun eigen infrastructuur aangeduid, zoals geschutsopstellingen, schuilplaatsen en loopgraven. In het rood hebben ze vijandige structuur aangeduid, dus van geallieerden. Want de foto's zijn hoofdzakelijk genomen als Limburg alweer ingenomen is door geallieerden. Dus opnieuw geschutsopstellingen, loopgraven en zo verder. Dus ze hebben ook een symboliek die ze daarvoor gebruiken. Dus we hebben daar de ideale bron om al eens te kijken wat de Duitsers op de foto's herkend hebben. Hier zien we een hedendaags beeld van een brug over het Albertkanaal in Beringen. En als we daar die Duitse luchtfoto op zetten, dan zien we onmiddellijk de kracht van die foto's. En ook de eenvoudige manier voor ons nu om naar die beelden te kijken en daar informatie uit te halen. Een groot deel van de aanduidingen is al gebeurd door de Duitse militairen. Dus we zien een brug die vernield geweest is in het begin van de oorlog. En de Duitsers hebben er een noodbrug op aangeduid, dus een vervangbrug, een eindje verder. De brug die was verdedigd door loopgraven. Er zijn geschutsopstellingen in het omliggende gebied. En langs het kanaal hebben ze alle bunkers aangeduid. Dat zijn die rechthoekige symbolen. Als we kijken naar het vliegveld in Brustum, de foto die daar juist al langskwam. Vandaag is dat nog altijd een vliegplein. En de thuisbasis van Droneport. Voor de rest een zeer rustig landschap. Als we de foto uit 1944 daar opleggen, dat is december 1944, dan zien we dat dat vliegveld in vol gebruik door de geallieerden. En de Duitsers hebben daar luchtfoto's van gemaakt en aangeduid wat ze op die foto's zien. Wat zien ze? Oude geschutsopstellingen van hun eigen infrastructuur. Ze weten natuurlijk de landingsbanen liggen. Ze zien nieuwe infrastructuur die de geallieerden hebben aangelegd.
Ze hebben ook de tentenkampen op het vliegveld aangeduid, waar de soldaten in leefden, de militairen in leefden. En ze hebben zelfs alle vliegtuigjes aangeduid die ze konden tellen op het vliegveld. Dus dit zijn natuurlijk inlichtingenbronnen, hè? Dus ze gebruikten die als spionage van de vijand. Als we die foto's allemaal op kaart zetten, die 96 beelden, dan geven die natuurlijk niet de volledige dekking van de provincie. Het is vooral gefocust op de Maastreek en op de kanalen. En zoals je kan zien, ook heel veel foto's op dat vliegveld van Brustum. Enkele in de voerstreek en dat is het zowat. Wel zeer interessante beelden. Maar het idee was dat we een stapje verder moesten gaan natuurlijk om helemaal Limburg te kunnen bekijken. Dus we moesten terug in de archieven. En dat archiefwerk dat is super interessant. Het is behoorlijk complex om aan de hand van oude archiefdocumenten te kunnen traceren welke fotovluchten op welk moment boven België gemaakt zijn, waar die foto's dan precies liggen op de kaart. Want dat moet je natuurlijk weten om te kunnen beslissen welke negatieven je moet opvragen uit het archief. Dat is een hele zoektocht en het voelt een beetje als archeologie. Want die beelden die zitten opgeslagen in metalen blikken. Niet in Washington zelf, maar in een gekoelde, beveiligde bunker of ondergrondse opslag in Kansas. Dus 1200 kilometer verder. En eens je weet welke beelden je nodig hebt, dan moet je de aanvraagformulier indienen en dan 2-3 dagen wachten voor de blikken zijn overgevlogen met een soort courierdienst. Iedere keer dat zo'n blik open gaat, is opnieuw een ontdekking. En veelal zijn die blikken in heel lange tijd natuurlijk niet bekeken. We weten dat het over België of omgeving gaat en dan bekijken we op een lichtbak alle foto's en zoeken we tot we herkennen welke foto's we nodig hebben. Dat is een oefening, maar op den duur ging dat redelijk vlot. Die fotorollen, zoals je kan zien, die zijn echt tientallen meters lang. Er zitten honderden foto's in één zo'n blik en zijn ongeveer 30 centimeter hoog. We fotograferen die op die lichtbak met een professionele digitale camera. Een heel efficiënte opstelling, waardoor we met twee personen in een enkele dagen tijd honderden of zo niet duizenden foto's kunnen fotograferen, afhankelijk van wat we nodig hebben. En dan komen we thuis met een hele stapel foto's, digitale foto's, die natuurlijk op kaart moeten gezet worden. En dat gebeurt op dezelfde manier als we doen voor de Eerste Wereldoorlog beelden natuurlijk. Alleen is het landschap nu wel makkelijker herkenbaar. En ik neem jullie eventjes mee naar Alken. Een beetje zuidelijker, ten zuiden in de provincie. Om te tonen hoe zo'n beeld er dan uitziet. Dus we zoeken op dezelfde manier referentiepunten. Hier in Sint-Joris. En we leggen die beelden op de digitale kaart. Daar midden in de provincie Limburg zijn geen grote militaire strategische doelwitten of zo, dus een zeer rustig dorpje. We hebben wel een Lancaster monument van een neergestort vliegtuig dat daar herdacht wordt. En de Sint-Joris-kapel is hier aangeduid omdat daar het persmoment van onder de radar heeft plaatsgevonden. Voor de rest lijkt die foto zeer leeg te zijn qua militaire sporen. Maar toch zien we dat het landschap doorspekt is van bombardementen, luchtbombardementen. Dus we zien kraters van explosieven die in een lineaire vorm liggen. Die komen dus uit een vliegtuig in dit geval. Vandaag de dag is daar weinig van bewaard. Het landschap is fel veranderd omdat een nieuwe wijk is aangelegd, een nieuwe weg is aangelegd en we hebben het gevoel dat van die bombardementen niets meer overblijft. En toch, als we linksbovenaan kijken in beeld, in die weide hier naast het voetbalplein van Sint-Joris, blijkt toch iets aan de hand te zijn. Daar hebben we drie kuilen op het digitaal hoogtemodel. Die kuilen die staan ook veelal als plassen onder water. En dat blijkt inderdaad drie van die inslagkraters van tijdens de oorlog te zijn. Op zich is dat archeologisch voor ons weinig interessant of weinig relevant.
zij waren het niet dat daar soms verhalen over te vertellen zijn en dat een spoor in het landschap een aanleiding kan zijn om mensen iets te vertellen over die oorlog en te laten nadenken over de belevenissen tijdens de oorlog. Oké, we zijn in het archief geweest, we komen terug thuis met aanvullende Amerikaanse beelden. Want het idee was om volledig Limburg te bedekken met luchtfoto's, zodat iedereen op zoek kan gaan naar die beelden en op al die beelden kan zoeken naar sporen van de oorlog en getuigenissen toevoegen. Die Amerikaanse beelden die zijn ongeveer in dezelfde periode genomen, soms ook iets vroeger, april, september 1944, dan rond januari 1945, ongeveer hetzelfde moment als de Duitse foto's, en een aparte reeks het jaar erna, in juni, oktober 1945. Er zit heel veel verschil op die beelden. Sommige beelden zijn gemaakt op hoge hoogte, op grote hoogte, om overzichtsbeelden te maken. Andere zijn zeer in detail op lage beelden getrokken. En meestal in echt reeksen. Dus die Duitse foto's, dat zijn eigenlijk selecties van fotovluchten, denk ik, die dan gebruikt zijn op de informatie. Bij die Amerikaanse beelden hebben we de volledige fotovlucht. En daardoor krijgen we ook een volledige dekking van Limburg, omdat het zo systematisch is gebeurd. Er zitten ook schuingenomen foto's bij, die oblieke foto's, die een zeer mooi beeld geven van het landschap, maar voor ons minder interessant zijn om in een geoloket of een website te plaatsen. En we zien inderdaad dat sommige van die fotovluchten bewaakt worden door jachtvliegtuigen, zoals je rechts in beeld kan zien. Zo'n fotovliegtuig had trouwens meerdere camera's aan boord. We zien hier zelfs drie raampjes onderaan en twee langs beide kanten. We zien hier ook hoe groot zo'n camera was. En soms hebben we inderdaad dus verticale foto's en foto's links en rechts. Alleen die films zitten niet samen in het archief, dus we kunnen dat niet systematisch samen onderzoeken. Om jullie te tonen het verschil tussen die hoogte en het detail van de foto's, heb ik hier een reeks foto's die gemaakt is op grote hoogte, om een overzichtsbeeld van een deel van Limburg te geven. We kijken hier naar Hasselt en het Albertkanaal. En als we één contour van zo'n foto bekijken, dan kunnen we zien dat het echt over tientallen kilometers gaat, een grote regio rond Hasselt. Maar de resolutie van die beelden is natuurlijk hetzelfde als een foto op lage hoogte, dus we krijgen daar minder informatie op. Als we een andere vlucht bekijken in hetzelfde gebied, dan zien we dat één foto van zo'n vlucht eigenlijk maar een twintigste van het oppervlak van die andere foto bedekt en dus veel meer detail bevat. En als we daarop inzoomen, en nu hebben we een van de mijngebouwen in de Limburgse mijnstreek voor ons, dan zien we op die hoge overzichtsbeelden eigenlijk wel al heel veel informatie. Dus moesten we die lage beelden niet hebben, dan zouden we hier al zeer tevreden mee zijn. Maar als we die lage beelden erbij nemen, dan is het resolutieverschil enorm. Hier kunnen we echt alle treinwagonnetjes op zien, alle details van de gebouwen, zelfs elektriciteitspalen, leidingen, schoorstenen en zo verder. Paadjes in het bos, loopgraven, kunnen hier allemaal veel beter op zien. Dus je zal dat zien als je naar onder de radar gaat kijken. Sommige reeksen hebben meer resolutie dan andere. Dat is afhankelijk van het archief en afhankelijk van dus hoe de fotovlucht is gemaakt. Daar kunnen wij jammer genoeg weinig aan veranderen 75 jaar na datum. En dit zijn dan die schuine beelden die het landschap zeer mooi tonen. Maar dat is meer illustratief. We hebben die wolken, we hebben die begeleidende vliegtuigen, maar we kunnen daar het erfgoed minder op onderzoeken. En die speciale reeks waar ik jullie over vertelde, die eind 1945 is genomen, dat is een speciale Amerikaanse operatie, operatie Casey Jones. En die was eigenlijk bedoeld om Europa te herfotograferen na de oorlog. Dus men was tijdens de oorlog overtuigd geraakt dat ze te weinig kaartmateriaal hadden om efficiënt tactiek en strategie te bepalen. En de Amerikanen hebben gewoon beslist, we fotograferen Europa opnieuw. We zijn hier nu toch met onze bommenwerpers
En op het vliegveld van Brustum hebben ze bomwerpers dan ingezet om als fotovliegtuig Europa te documenteren. Dus alle vliegtuigen die België, Nederland, een deel van Frankrijk, Duitsland hebben gefotografeerd, die zijn in Sint-Truiden opgestegen. Dat was dus in de herfst van 1945. En als we al die beelden samenzetten, dus zowel de Amerikaanse als de vroegere Duitse beelden, of deze die we eerst hadden aangetroffen, dan krijgen we wel een volledige dekking van de provincie. En hebben we wel een startdocument om op een online platform te plaatsen. En dus in totaal zijn er 810 foto's voor gebruikt. Zo, dit was de uitleg over de luchtfoto's. We gaan nu eventjes naar een modernere bron kijken die het landschap van vandaag toont. En dan ga ik jullie meenemen naar wat enkele voorbeelden van bewaard Wereldoorlog 2 erfgoed. Die derde bron is iets helemaal anders. Dat is een bron die ons ter beschikking is gesteld door de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft enkele jaren terug volledig Vlaanderen gescand met laserscans vanuit een vliegtuig. Dus dat is een systematische fotovlucht over volledig Vlaanderen die miljoenen metingen maakt aan de hand van lasers en het landschap digitaal karteert en vooral het relief. Zoals je hier in dit overzichtsbeeld kan zien, zie je daar alle heuvels, valleien, het volledige relief van België zie je daarop. Dit is niet gemaakt voor archeologen, dus meer gemaakt voor infrastructuurwerken, overstromingskaarten, analyses van het landschap. Maar voor archeologen is het super interessant, omdat het heel gedetailleerd is. Dus nu zien we eigenlijk de grote landschapselementen, maar als je inzoomt tot op het niveau van één perceel, dan kan je alle niveauverschillen zien tot op een paar centimeter nauwkeurig. En dat gebruiken wij om mogelijke sites, archeologische sites in het landschap te detecteren. Dus hoe gaat dat technisch in zijn werk? Het is dus effectief een laserscanner, zoals je laserscanners hebt die ook gebouwen 3D inmeten. Zo'n laserscanner wordt in een vliegtuig gemonteerd en die scant het landschap, zowel de bomen, de vegetatie, de huizen, maar ook de ondergrond. En dan ziet zo'n puntenwolk, als je die doorsnijdt, ziet die er ongeveer zo uit. Heb je in dit geval heb ik ingekleurd. De groene punten zijn de vegetatie en de bruine punten zijn de bodem. En dan hier heb je wat huizen en enkele mensen heb ik er als schaal bij geplaatst. Maar wat zeer interessant is voor archeologen, is dat je die vegetatie daaruit kan wegfilteren. Dus de groene punten kan je negeren en alleen maar een model maken van de ondergrond. Want sommige punten die weerkaatsen op de toppen van de bomen, andere vallen deels door de bomen en weerkaatsen op de takken of op de ondergroei. En sommige laserpunten die komen helemaal tot beneden en weerkaatsen helemaal terug. En dat zijn hier die bruine punten. Dus wat je dan krijgt is eigenlijk de bodem van het bos. En dat is zeer interessant, want als je een luchtfoto bekijkt, dan verlies je door de begroeiing, verlies je volledig het zicht op de ondergrond. Dus archeologische sites kan je daar niet op detecteren. Ook niet op luchtfoto's uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, als die ook begroeid zijn. Dus dat is een nadeel van luchtfotografie. Maar als we dit hier nu eens wegfilteren, dus we nemen de bomen weg, dan krijgen we een 3D-model van de ondergrond. En hier in Lessen kunnen we zien dat er opeens loopgraven verschijnen in dat bos. Het gaat over een Duits oefenterrein, waar ze het front hebben nagebootst om de militairen te trainen uit 1917, als ik me niet vergis, uit de Eerste Wereldoorlog. Dus we zien inderdaad een heel mooi loopgravensysteem dat we op de luchtfoto's totaal niet kunnen detecteren. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in oudere archeologie, heb je hier te zuiden van de weg ook iets dat lijkt op een bronstijd of ijzertijd grafgeuvel. Zeker ook een door mensen gemaakt fenomeen hier onderaan. Dus dat is een zeer krachtig instrument. En zoals ik al zei, voor het hele landschap, voor heel Vlaanderen, voor heel Limburg, dus sowieso ook, kunnen we dat gebruiken. En we hebben dat ook ter beschikking gesteld op het loket onder de radar, op het platform, zodat jullie kunnen, als je iets ziet op de luchtfoto, kan controleren of er vandaag nog sporen zijn.
Want bossen zijn super interessant. Daar is weinig impact van landbouw en bouwwerken. En daar is 75 jaar lang soms niets gebeurd. En dan is de bewaring bovengronds eigenlijk soms spectaculair. Ik neem jullie even mee naar Lanaken. In 1944 hier een Amerikaanse foto die mijn aandacht trok, omdat hier centraal in het beeld duidelijk werken zijn gebeurd in het bos. Er is het bos gerooid. Het is redelijk recent. We kunnen dat zien aan de felle kleur. En er zijn blijkbaar wat gebouwen en zo, open plekken in het bos ontstaan. Dat blijkt dan, als je dan naar de archieven gaat kijken of en navraagt in de omgeving, dat blijkt dan eventueel, en hier in dit geval dus zeker, een Duitse kamp te zijn, een Duitse basis die te maken heeft met het radarnetwerk in Limburg. Dus de Duitsers hadden heel systematisch over heel België en heel Europa, in feite hadden ze radarinstallaties die met elkaar verbonden waren, communiceerden. En dit is een stuk van die infrastructuur. Die luchtfoto zegt ons één ding, het is er ooit geweest, maar wat is er vandaag en kunnen we daar nog meer details van zien? Want de luchtfoto is ook beperkt in de resolutie. Dus dan gaan we naar de dag van vandaag en het is een recente luchtfoto, ook van de Vlaamse overheid. En daar kunnen we dus op zien dat het vandaag nog in bos bewaard is gebleven. Het is echt het zuidpuntje van het Nationaal Park, Hoge Kempen. Dus het potentieel van bewaring is hier zeer hoog. En we filteren de bomen weg op dezelfde manier. Dus met andere woorden, we nemen nu het digitaal hoogtemodel Vlaanderen, een van de visualisaties daarvan. En dan kunnen we zien dat er inderdaad nog heel veel op het oppervlak bewaard is gebleven van dat Duitse kamp. Dus in detail en kunnen we niet alleen de loopgraaf zien die rond het kamp was aangelegd, maar we zien ook fundamenten en halve ruïnes van gebouwen. En zelfs in het rood nutsleidingen die aangelegd zijn, waterleidingen, elektriciteit, die dienden om de gebouwen met elkaar te verbinden en zo verder. Dus zeer sterke aanwijzingen dat daar nog op het terrein veel te zien is. En dat is ook het geval als je daar gaat wandelen, dan kan je die loopgraaf perfect rond het kamp volgen. Een zeer interessante site. En ik hoop dat daar nu ook aandacht voor komt en dat er eventueel naar ontsluiting en zo gegaan wordt om dit toch een beetje het respect te geven dat het verdient. En hier ga ik naar een stapje meer naar het westen. We gaan naar Hasselt. En ik toon jullie een animatie die eigenlijk al die bronnen een beetje samenbrengt. We bevinden ons net ten westen van het station van Hasselt, het rangeerstation bij de Curingersteenweg. En daar is tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn daar zware bombardementen gebeurd door de geallieerden, want de Duitsers gebruikten dat station. En er zijn tientallen huizen getroffen en veel burgers omgekomen. Dus we zien hier het station op een luchtfoto in 1943. Dus toen het nog niet gebombardeerd was. In de Amerikaanse archieven hebben we van die evaluatiefoto's gevonden die de bombardementen tonen in het paasweekend van 1944. En de foto's daarna die tonen je de massale schade die aangericht is, niet alleen op het station, maar ook in de percelen er rond. En te zuiden van het station, in die velden daar, die zijn vandaag ook nog weide en bos gebleven. Het is een natuurgebied, de Tommelen bij Hasselt. En wat we daar zien is dat die bomkraters nog allemaal bewaard zijn in het landschap. Zowel in de weide als in het bos. Die vormen kleine vijvers die blijkbaar nu de ideale leefomstandigheden zijn voor zeldzame kampsalamanders, als ik me niet vergis. Dus dit om te tonen hoe die bronnen allemaal samenkomen. En waarom bekijken we al die bronnen? Wel eigenlijk om op zoek te gaan naar dat Wereldoorlog 2 erfgoed. Dus daar gaan we nu wat verder op in. Jullie hebben al gemerkt aan mijn voorbeelden dat die sporen van de oorlog op de luchtfoto's van toen eigenlijk zeer talrijk zijn. We zien loopgraven, geschutsopstellingen, schuilplaatsen, bunkers, vliegvelden, radarinstallaties, militaire basissen, zelfs krijgsgevangenkampen. Een hele
een hele reeks verschillende soorten structuren. En de bewaring vandaag is eigenlijk wel verrassend veel. En het gaat zeker niet alleen om gekende relicten of over sites die al gekend zijn, lokaal of regionaal of op de nationale inventaris, de Vlaamse inventaris, staan. Dus er zit heel veel nieuw materiaal tussen. Hier hebben we bijvoorbeeld een mooie kronkelende loopgraaf opnieuw in Ham. En op het digitaal hoogtemodel kunnen we die subtiele sporen zien. We zien die loopgraaf, als je op het terrein gaat, dan kan je dus effectief die loopgraaf gaan onderzoeken en documenteren. En om dat potentieel wat te duiden, geef ik jullie nu een hele reeks mooie voorbeelden. Want er is echt wel veel informatie. De doel van dit onderzoek van de Universiteit Gent was helemaal niet om al die foto's te bestuderen. We hebben ze enkel gelokaliseerd en voorbereid voor het onder de radar platform. We zijn op zoek gegaan naar het potentieel, naar enkele hele mooie sites die konden gebruikt worden als voorbeeld. En voor mezelf als kladje heb ik soms soms sporen aangeduid op de foto's om een beetje een overzicht te krijgen. Dat is totaal niet compleet. En daarvoor dient onder de radar net om de sporen te gaan opzoeken en allemaal te karteren. Maar als jullie dit beeldje zien, dan zie je wel dat er heel veel zaken op die foto's te zien zijn. Echt honderden verschillende dingen zijn te herkennen op de beelden. En dat gaat van eenvoudige loopgraven tot enorm grote structuren. En ik ga jullie een klein overzicht geven. Deze luchtfoto brengt ons naar Cannes, naar het Albertkanaal. Daar zijn drie bruggen die zeer belangrijk geweest zijn in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En dit is er hier eentje van, die hier net buiten beeld zichtbaar is. We bevinden ons aan het plateau van de Maasvallei. En op die plateaurand zijn allerhande loopgraven en verdedigingsstructuren aangelegd. Ik zal ze een paar aanduiden. Dit zijn loopgraven die we kunnen herkennen op de luchtfoto's. We hebben schutsopstellingen of mitrailleurposten die aangelegd zijn op het plateau. En je kan ook zien dat daar sporen naartoe lopen, dat die dus gebruikt worden. We hebben hier ook schutsopstellingen of schuttersputjes hier aan de kanaaloevers. En zelfs een hele rij kleine schuttersputjes, dus waarschijnlijk voor 1-2 militairen die daar konden schuilen. En zelfs een militair kerkhof dat hier ontstaan is tijdens de oorlog en ook vandaag nog aanwezig is met een monument erbij. Op het digitaal hoogtemodel, dus de situatie vandaag, zien we dat veel van die structuren niet meer aanwezig zijn. Dus landbouw heeft alles geniveleerd hier op het plateau. De kanaaloever is naar het oosten toe uitgebreid, dus een deel van die structuren is hier weggegraven. Ook hier is weinig te zien. Maar op de plateaurand hebben we wel nog heel mooi bewaarde structuren. Dus vooral deze kunnen we nog herkennen. Loopgraven die eigenlijk nog intact bewaard zijn. Het monument en het grafveldje is er nog. En hier op deze top is ook nog een kuil te zien van wat vroeger die geschutsopstelling of mitrailleurspost was. Dat zou nader bekeken moeten worden. Ik heb enkel nog maar de foto's bekeken. En vandaag kan je op die plateaurand die loopgraven nog gaan bekijken. Ze zijn nog zeer mooi te zien. Omdat foto's nemen van zo'n structuren moeilijk is. Er is soms op foto's alleen maar groen te zien of in een bos alleen maar struikgewas, terwijl je echt perfect de loopgraven kan volgen. Heb ik ze een beetje aangeduid voor jullie. Een klein beetje gezeurd, maar dan helpt het misschien om te zien waar ik over bezig ben. Dus we hebben een zigzaggende loopgraaf die een beetje naar beneden loopt en die dan splitst in twee verschillende stukjes op de plateaurand. Met een mooi uitzicht op het zicht van op het plateau. Dit gewoon een paar voorbeelden van loopgraven. En dan neem ik jullie nu mee naar Beringen, de mijn van Beringen. Een heel mooie Duitse luchtfoto uit eind 1944, waarop we de mijn kunnen zien, de cité, dus de tuinwijk hier,
ten noorden van de mijngebouwen, de spoorwegen, de terrils. En we zien ook dat de terril in die tijd nog jong was en klein, maar dat die dus later is uitgebreid tot vandaag in die vorm heeft aangenomen. Zoals je hier kan zien, de bebouwing rond Beringen is enorm toegenomen. We hebben hier een volledige nieuwe wijk. De tuinwijk is uitgebreid. We hebben hier de Baltische wijk die erbij gekomen is. En dat is geen toevallige naam, zullen we straks zien. Ik ga even inzoomen op de mijn zelf. En dan zie je het detail dat we kunnen zien op die luchtfoto's van de mijngebouwen. Dus ook voor het erfgoed, het mijnerfgoed, zijn die luchtfoto's zeer interessant. We zien de terrils. En het is vooral dit stukje dat ik jullie wil tonen nu. Deze barakken. Het zijn langwerpige gebouwen, waarschijnlijk houten gebouwen, die in een bepaalde structuur zijn aangelegd. En dit is een krijgsgevangenkamp. Dus de Duitsers, zoals jullie, jullie allemaal wel weten, denk ik, die hadden alle mijnen in Limburg ingeschakeld om productie van kolen te voorzien tijdens de oorlog. En daarvoor hadden ze mankracht nodig en daarvoor hebben ze dus Russische of eigenlijk Sovjet-krijgsgevangenen over laten komen en aan de Limburgse mijnen aan het werk gezet. En daarvoor heeft elke mijn in Limburg een krijgsgevangenkamp gekregen. En dit is het kamp van Beringen. Vanop deze terril is een foto genomen van het kamp. Het is een historische foto die online circuleert, maar de archiefbron is een beetje onduidelijk. En kan ik hier dus moeilijk citeren, maar het heeft een zeer mooi beeld op de mijn. We kunnen het perspectief reconstrueren door te kijken naar dit lang en kort gebouwtje. Dat is eigenlijk deze plek. En dan een L-vormige layout van het kamp, met dan op het einde dit U-vormige gebouw. Dat dit hier is. Je ziet dat later, na het maken van deze foto, het kamp nog zwaar is uitgebreid. En we zien die infrastructuur met wachttorens en omheiningen. Een zeer interessant erfgoed eigenlijk. Vandaag lijkt daar weinig van overgebleven. Het zuidelijk deel van het krijgsgevangenkamp is een voetbalveld geworden. Maar een deel van het kamp is de terril overgekomen, dus de groeiende terril. Maar een deel van het kamp is ook nog bos, braakliggende gronden. En dat is altijd interessant. En als je daar vandaag gaat kijken, dan vind je inderdaad nog betonnen platformen die de basis vormen van die barakken of van infrastructuur in het kamp. Betonresten overal verspreid. En ik ben zeker dat er, als er archeologisch onderzoek zou gebeuren, dat we daar eigenlijk nog heel veel resten van dat kamp zouden kunnen terugvinden. Hiernaast is een nieuwe wijk aangelegd die dan toepasselijk het Baltisch kamp is genoemd, naar de Baltische krijgsgevangenen die in het kamp hebben geleefd. Zoals ik zei, had elke mijn zo'n kamp. Hier bevinden we ons in Genk, in Winterslag. Opnieuw een zeer mooie foto van het gebied van de mijn, met hier langs de weg, altijd op wandelafstand van de mijngebouwen, het krijgsgevangenenkamp. We kunnen de houten barakken weer goed herkennen. Vandaag is er hier een industrieterrein bijgekomen, een deel van het kamp is daardoor bedekt. Dit zijn gewone woonhuizen geworden, of dat waren al huizen, maar in die tuinen van die huizen, dat was eigenlijk vroeger een deeltje van het krijgsgevangenkamp. En hier zien we het detail dat we op die foto's kunnen zien. We zien die houten barakken op de oostelijke kant van het kamp. We zien schuilloopgraven in het kamp zelf. Dus bij bombardementen moesten mensen schuilen in loopgraven. Dat was de veiligste plek tegen de metaalscherven en druk van de explosieven. Dus schuilloopgraven waren ook in het kamp aanwezig. En we zien allerhande kleine gebouwtjes die allerlei praktisch nut hadden. En deze structuren vind ik zelf zeer interessant. Ik wist eigenlijk niet goed hoe dat te interpreteren, maar ik denk dat het eventueel te maken heeft met bakstenen die liggen te drogen of zo. Want er is ons verteld dat daar
in dat krijgsgevangenenkamp ook bakstenen gemaakt werden die dan voor gebouwen moesten dienen van de mijn of van de militairen, dat weet ik niet. Als je daar vandaag naar kijkt, naar dat gebied, dan zijn dat de tuinen van mensen geworden die daar, dus deze tuinen die dan ingenomen waren door het kamp, die zijn nu weer deel van het gebouw. Een deel ligt ook braak. En als je die kleine gebouwen bekijkt, kan je op de luchtfoto van vandaag zien dat daar hier en daar nog van die gebouwen bewaard zijn gebleven. Die daar wat verloren staan, waarvan eigenlijk niet echt, denk ik, beseft wordt dat ze ooit nog in een krijgsgevangenenkamp hebben gestaan. Natuurlijk is er heel veel lokale kennis daarover, waar ik dan niet op de hoogte ben. Dus dit project dient ook om al die verschillende zaken samen te brengen. Ik vertaal eigenlijk alleen het overzicht vanuit de lucht. Goed, dus dit over krijgsgevangenenkampen. Naast loopgraven en kampen en geschutsopstellingen en zo waren er ook versterkingen die dan misschien te maken hebben met een militaire basis of een kamp of dat radarnetwerk. En dit voorbeeld wil ik jullie tonen omdat het zeer mooie luchtfoto's zijn. Het gaat over winterbeelden van januari 1945. En we kunnen dus een besneeuwd landschap zien. We zitten hier in de buurt van Borgloon. We zien dus Borgloon in de winter. Duidelijk een strenge winter. En die beelden geven een zeer mooi contrast. We zien hier vooral die historische boomgaarden die wel interessant zijn als element van het landschap daar. En we kunnen ook door de sneeuwbeelden zien we in schaduw zien we heel goed sporen van oorlog. Dat weten we ook uit sneeuwbeelden van de Eerste Wereldoorlog. En als we een beetje dichter gaan kijken in een bosje hier, dan zien we opeens in die sneeuw loopgraven verschijnen, die cirkeltje vormen rond een militaire basis. Het gaat hier over twee lange gebouwen, maar we zien aan de voet van de heuvel ook nog andere gebouwen staan. Dus het gaat hier opnieuw over een Duitse basis, die waarschijnlijk ook iets met de radar te maken heeft, want er staat ook, we zien hier de schaduw van een toren. En op het terrein zagen we inderdaad resten van zo'n infrastructuur. Want we zijn dat gaan bekijken om te zien wat er vandaag nog van bewaard is. En dit is het digitaal hoogtemodel van vandaag. Opnieuw zo'n virtueel schaduwmodel. En daar kunnen we zien dat die loopgraaf vandaag nog zeer goed bewaard is rond die heuveltop. En we zien ook de fundamenten en structuren van gebouwen. Dezelfde gebouwen die we de foto zagen. En we zien zelfs hier die zwarte puntjes. Het is een beetje moeilijk zichtbaar, maar er staat er ook eentje in een vierkant. En die bleken dan op de foto's de schaduw te zijn. En op het terrein was daar een sokkel van 3x3, dus 9 betonnen sokkels die te maken hebben met een grote mast of een toren die daar moet gestaan hebben, die daar moet gebouwd zijn door de Duitsers. Dus interessant materiaal. En een bewijs dat het effectief met de oorlog te maken heeft. De Amerikanen zijn daar hoogstwaarschijnlijk ook geweest, gezien daar iemand in een steen van een gebouw USA heeft gekrast, waarschijnlijk een militair die Hooper heette, in 1944. Dus dat klopt allemaal in het plaatje. Naast kampementen waren er ook zeer grote structuren. En dan gaat het hier over vliegvelden. En die vliegvelden zijn grotendeels wel gekend waar die ooit gelegen hebben. We bevinden ons hier in Opglabeek. Aan het Ophovenerbos. Dit is het Ophovenerbos, of het begin ervan. En we hebben een zeer groot industrieterrein vandaag de dag. En uit niets blijkt dat daar ooit een vliegveld gelegen heeft. Als we de foto's bekijken uit augustus 1944, is dat inderdaad een lege plek. We hebben daar niets van infrastructuur, alleen maar kleine bebouwing, dus landelijke bebouwing. En het zanderig gebied, wat heideachtig, met percelen van landbouw ertussen. Voor de rest hebben we niets. Een later foto uit oktober 1945, dus die de Casey Jones reeks, die toont wel een vliegveld. Dat is een geallieerd vliegveld dat daar later, dus na
1944 is gekomen. En we zien een groot uitgestrekt vliegveld. Dat, als ik me niet vergis, codenaam I-23 had. Dat vandaag ook op het hoogtemodel nog deels zichtbaar is. Dus als we het hoogtemodel bekijken, dat is nu een beetje een andere inkleuring, maar we kijken naar het relief eigenlijk met een accentuering van de kleine reliefverschillen. De gebouwen hier in het industrieterrein zijn allemaal afgevlakt. Die zijn weggesneden uit het hoogtemodel. Maar we zien dat hier de percelering nog volledig het oorspronkelijke vliegveld volgt. En die percelering was niet aanwezig in het historisch landschap. Dus dit gaat over effectief dat ene een vliegveld. En we focussen even op dit stukje van het terrein, dat nu zich nog altijd of opnieuw in bos bevindt. En als we dat vergelijken met de situatie in 1945, dan zien we dat dat een van die infrastructuren is die aan de landingsbanen, dus wegen met verschillende loodsen, links en rechts ervan, en zoals je hier kan zien en hier, dus het gaat over opslag of loodsen of gebouwen die met het vliegveld te maken hadden. Als we inzoomen daarop, op het digitaal hoogtemodel vandaag. We zitten hier met de rondweg langs het vliegveld, dus hier waren de landingsbanen. En dan hebben we inderdaad hier nog een weg die duidelijk eigenlijk aangelegd is tijdens het vliegveld. En in het bos zien we nog die rechthoekige, lager gelegen stukken, die zeker te maken hebben met die rechthoekige gebouwen die daar staan hebben. Dus bijna overal, als we in detail kijken naar het digitaal hoogtemodel, dan zien we nog sporen van die oorlog en van die zaken die daar in 1945-44 aanwezig waren. Als je die sporen snel intekent op de luchtfoto en je neemt die mee op het terrein op een draagbaar apparaat, dan is het zeer makkelijk om zaken te gaan controleren, bijvoorbeeld hier in het bos, die rechthoekige kuilen. Voor de rest is dat een landschap dat vandaag akkerland is, waar je niets meer herinnert aan het vliegveld dat er ooit was. En als laatste voorbeeld, iets helemaal anders. Het gaat niet altijd over enorm grote structuren. Hier bevinden we ons ongeveer in een landelijk gebied ten westen van Hasselt. En ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar straks kijken we nog in detail. Op die luchtfoto, al die rode stipjes die ik hier ingetekend heb, dat zijn sporen van de oorlog. En je kan zien dat die heel systematisch langs de invalswegen zijn aangelegd. Ook hier en ook hier. En het gaat hem eigenlijk over heel kleine loopgraafjes, schuttersputjes voor 1, 2, 3 man. Die zij daar konden ingraven, dat werd blijkbaar voorbereid. Dus die schuttersputjes die lagen klaar voor als het nodig was om deze weg te verdedigen. Je kan je inbeelden als om de 50 meter twee militairen met een geweer of met een mitrailleur klaarzetten, dat het moeilijk is om zomaar die weg te gebruiken. En dat zien we eigenlijk over de volledige provincie, of toch grote delen van de provincie, zien we dat al die wegen verdedigd zijn op die manier. Op deze uitvergroting van hier die 100 meter zien we eigenlijk al die stipjes. Het zijn zwarte putjes met een wit randje. Dat wit randje is de opgeworpen aarde die rondom rond is uitgestrooid. Opnieuw, verse aarde reflecteert heel helder in het beeld. We zien ook soms een zigzag, zoals hier. En als u de weg volgt, kan je die eigenlijk overal zien. Hier even aangeduid voor jullie met gele pijltjes. Dus natuurlijk gaat dit over duizenden structuren die grotendeels nu verdwenen zijn, maar die ook hier en daar in kleine, langs de rand van de percelen of in kleine bosjes nog bewaard zijn. En je moet het je zo voorstellen, dus gewoon een kleine loopgravenschuil, een schuilplaats voor enkele militairen. En dan hier kan je het duidelijker zien op deze lichte kaart over hoeveel structuren het effectief gaat. Dus enorm veel Wereldoorlog 2 erfgoed op die foto's te bekijken. Enorm veel potentieel. En dan hebben we ook van in het begin het potentieel gezien van iets met het publiek daarmee te doen.
En dan is het vooral de bedoeling dat lokale partners ermee aan de slag gaan met de steun van de provincie en natuurlijk ook van de Universiteit Gent, waar we kunnen helpen, aan de slag gaan om zaken te ontsluiten en de mensen te sensibiliseren voor dat erfgoed. Wij zetten daar altijd erg op in met de Universiteit Gent, omdat we dat eigenlijk belangrijk vinden. En ik toon jullie hier enkele voorbeeldjes van de mogelijkheden. Opnieuw denken we dat het leuk is om de mensen vanuit het museum of vanuit thuis in het landschap te krijgen. Dus ontsluitingen op het terrein hebben een groot potentieel, vinden wij. En hier hebben we in het Mastenbos, dat zijn versterkingen rond Antwerpen, uit de Eerste Wereldoorlog, Duitse loopgraven die zeer goed bewaard gebleven zijn. Die hebben we helemaal ontsloten. We hebben daar een loopgravenpad gemaakt, maar mensen kunnen dat volgen in de bunkers. De bunkers bezoeken die opengesteld zijn, er staan infopanelen. En het is een initiatief dat door verschillende partners is genomen. Het Agentschap Natuur en Bos, de provincie, toeristische dienst van de provincie, onroerend erfgoed, de gemeente, wegen en verkeer, want er is gedacht aan de verkeersveiligheid. Het Mastenbos, de locatie, is nu volledig ontsloten met een aangelegde parking en veilige infrastructuur. En daar krijgen we nu jaarlijks 20.000 bezoekers die dat loopgravenpad afwandelen en genieten van het bos, maar ook de infopanelen lezen, de bunkers bekijken. En voor ons zeer belangrijk, het Agentschap Natuur en Bos heeft onmiddellijk het potentieel daarvan gezien en heeft het bosbeheer daar aangepast. Dus deze loopgraven zijn nu opengesteld, maar aan de noordelijke kant van deze weg loopt dat loopgravensysteem nog kilometers verder. Daar is voor gekozen om dat niet te ontsluiten en dus de mensen naar deze plek aan te trekken en daar uitleg te geven, terwijl de rest eigenlijk onaangeroerd in het bos moet blijven liggen. En het Agentschap Natuur en Bos heeft er onmiddellijk voor gekozen om in de percelen waar loopgraven aanwezig zijn, niet meer machinaal aan bosbeheer te doen en alles met de hand te doen qua ruimen van exoten en het onderhouden van het bos. Een prachtige samenwerking tussen natuur en cultuur, dus ook het een sluit de ander zeker niet uit. En als we denken aan het museum in het landschap krijgen en de mensen in het landschap krijgen, dan zijn die digitale technieken, waar ik nu al de hele tijd over vertel, enorm krachtig. Hier hebben we een foto van een industrieterrein ten noorden van Ieper. Een foto van 1917, of 1918 zelfs, die overgaat in de hedendaagse foto. Die foto kan je ook gewoon inbeelden al op een draagbaar apparaat, zoals een smartphone of een tablet. Waarbij het gekende blauwe bolletje jouw locatie aanduidt als je daar wandelt. En je kan eigenlijk die foto's meenemen op het terrein en via een app. In dit geval hier de Ieper Salient 1914-1918 app, die we samen met het in Flanders Fields Museum gemaakt hebben. Kan je daar wandelingen uitstippelen en op die app de luchtfoto's van toen vergelijken met vandaag. Via transparantie met elkaar vergelijken. Je krijgt verhalen voorgeschoteld en natuurlijk het toestel herkent op welke plek welk verhaal verteld moet worden. En zo breng je eigenlijk het museum in het landschap. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden waar we over denken. En we zeker aan jullie willen voorstellen om over na te denken. Dus samengevat, het Wereldoorlog 2 erfgoed in Limburg is zeer, zeer talrijk. Ik bedoel, wat we op de luchtfoto's kunnen zien. Er zijn eigenlijk maar weinig zaken echt van gekend. Er is nog enorm veel te ontdekken. En daarvoor vragen we eigenlijk jullie hulp. Dat is de bedoeling van Onder de Radar en ook deels van vanavond. Iedereen kan meezoeken naar Sporen van de Oorlog. Want alle luchtfoto's en hoogtemodellen zijn makkelijk toegankelijk op het platform geplaatst. We hebben er zeer goed over nagedacht hoe dat we dat zouden doen. Dat was een moeilijke oefening. Maar we zijn ook vooral op zoek naar Wereldoorlog 2 verhalen en getuigenissen over al die relicten. Want dat geeft leven aan dat erfgoed en dat maakt dat het voor iedereen echt interessant wordt. Dus we hebben een digitaal online platform gemaakt om dat allemaal mogelijk te maken. En dat is www.onderderadar.be, waar Anja jullie straks nog heel veel meer uitleg over zal geven. Maar ik denk dat we nu toe zijn aan een pauze. Dat wil zeggen, als er nog vragen zijn, dat we die nu
kunnen behandelen, want mijn uitleg over het onderzoek is klaar. Ja, ik zie dat er één vraag is binnengekomen van Patrick Simons. Of staat LIDAR ook op geo.vlaanderen? Maar ik zie dat Anja daar ook al op heeft geantwoord. Anja, is dat iets wat je nog verder wilt toelichten of is het duidelijk zo? Ik zie dat Hilde Verboven ook al een aanvulling heeft gegeven. Dus ik denk dat de vraag aan Patrick Simons zal zijn of het voor hem duidelijk is. Patrick Simons, is dat duidelijk voor jou? Anders gaan we verder naar de volgende vraag. Oké, dat is duidelijk. Dan komt er nog een vraag binnen van Jeroen Haapraeke. Welk type munitie werd er gebruikt bij de bombardementen? Mag ik deze vraag delegeren? Ik ben dus helemaal geen Wereldoorlog 2-specialist. En ik heb geen idee welk type munitie gebruikt werd bij die luchtbombardementen. Er zijn zeker mensen in het publiek die daar veel meer van af weten dan ikzelf. Dus als iemand een antwoord weet, mag die dat zeker aan de chat toevoegen. Wij zien alleen de resultaten van die bombardementen. Dus wat we zien op de luchtfoto's zijn luchtbombardementen die duidelijk clusters vormen. En er zijn natuurlijk ook artilleriebombardementen en zo, maar daar, dat is dan in bepaalde gebieden meer. Zo verspreid over de provincie en zeker rond Brustum, Hasselt, stations, gaat het echt over luchtbombardementen. En wat we ook zien op de foto's zijn hier en daar zeer zware inslagen, geïsoleerde inslagen van waarschijnlijk dan V1 en V2 bommen. Dus die dan niet geclusterd zijn en die geïsoleerd liggen. Hè. Ja. Ik zie hier nog informatie verschijnen. Dat is inderdaad bedankt voor de aanvulling en ik denk dat iedereen kan meelezen. Hè. Waren de bombardementen gedaan door de Amerikanen of de Duitsers in de gemeente Dilze? Ja, zo specifiek zou ik het nu hier niet kunnen zeggen. De meeste bombardementen zijn volgens mij geallieerde bombardementen, omdat de meeste bombardementen gebeurden in de fase dat het Duits bezet gebied was. Natuurlijk zijn er ook Duitse aanvallen gebeurd toen Limburg alweer bevrijd was. Maar van plek tot plek zou ik het niet kunnen vertellen. Daar heb je weer de lokale kennis voor nodig van mensen die de archieven hebben uitgepluist en weten wat waar gevallen is. Ik weet, er zijn munitiebedrijven die van iedere inslag kunnen bepalen welk kaliber en welke fotovlucht en welke datum. Dus dat is iets dat ik jullie hier niet kan vertellen. Oké, dan is er nog een vraag binnengekomen van Hilde Verboven. Vergt het veel oefening om structuren op luchtfoto's te herkennen? Ik denk dat dat zeer kan meevallen. Het hangt er een beetje van af welke structuren je bekijkt en over welke luchtfoto's het gaat. Van de voorbeelden dat ik jullie vandaag getoond heb, denk ik dat het jullie wel meeviel om de structuren mee te herkennen, denk ik. Als het over Wereldoorlog 1 gaat, zit je met de moeilijkheid dat het hele frontgebied ook zwaar gebombardeerd is geweest en dat je eigenlijk met een kraterlandschap zit waar heel veel sporen zelfs niet meer op herkenbaar zijn. Ook niet als je in 1918 op het terrein rondliep, kon je die loopgraven eigenlijk al niet meer zien. Dat die zo verwoest waren, dat is een moeilijkheid bij de Eerste Wereldoorlog. Bij de Tweede Wereldoorlog is vooral de moeilijkheid dat de verspreiding van de structuren, van de sporen, zeer divers is. Dus je hebt niet die echte gekende plekken, die grote frontlijn die je kan volgen en dat je alle informatie van kan karteren. Dus je moet eigenlijk het hele landschap bekijken. En ik ben zeker dat je ook een groot deel van de sporen nog mist. Dus daarom combineren we dat met archiefmateriaal, historisch onderzoek. En iedere aanleiding om in een landschap naar een foto te kijken, die komt uit een getuigenis of uit een archiefstuk.
is een mogelijkheid om een bepaald iets te gaan identificeren dat op de foto's niet zo goed zichtbaar is. Of bijvoorbeeld op het digitaal hoogtemodel, een kuil is een kuil. Als je, daar kan je niet van zeggen of die dateert uit Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 of recenter. Maar als daar een verhaal aan vasthangt, zoals het is een gekende schuilplaats van het verzet, of er zijn Russische gevangenen die in de bossen schuilden en die daar kuilwoningen hadden aangelegd, dan heb je wel een aanleiding om iets te herkennen op de foto's. Oké, we zullen nog twee vragen behandelen en dan zullen we een korte pauze houden. Er is een vraag binnengekomen of er ook foto's van Kortenberg ter beschikking zijn. Wouter Kortenberg is Vlaams-Brabant. Ja, ik zie het. Ik ben de chat aan het lezen. Ja. Dank u, Hadeweg. Er zijn inderdaad foto's beschikbaar van Kortenberg. Want zoals gezegd... Ja, digitaliseerd? Dat zou ik eens moeten bekijken. Het hangt er een beetje van af. Welke fotovluchten doorliepen tot in welk gebied. Mijn collega Birger is daar ook mee bezig met de luchtfoto's van Vlaams-Brabant. Dus dan zouden we eens moeten kijken of er effectief ook beelden zijn van die plek. Het hangt er dan ook nog van af van welke plek in Kortenberg. Want de wet van Murphy zorgt er soms voor dat we een zeer interessante plek net naast de rand van een luchtfoto aantreffen. En dat we dan geen informatie hebben. Maar er is een groot potentieel dat daar foto's zijn. Oké, en dan als laatste vraag van Dirk Tielens. Ik heb op de foto's uit september 1944 loopgraven ontdekt uit het Genkse. Is het mogelijk om nog verder op de foto's in te zoomen? Dat is eerder een technische vraag, denk ik. De zoomniveaus in het platform die zijn wel zo ingesteld dat om het optimaal te maken. Dus zelfs van de meest gedetailleerde foto's, als je daar in het platform onder de radar helemaal op inzoomt, dan heb je eigenlijk alle informatie die je nodig kan hebben. Er zou misschien via fotoverwerking en zo nog wat scherpte kunnen in beeld gebracht worden of de belichting aangepast, maar dat kan natuurlijk niet in het platform. Maar veel nieuwe informatie zal dat niet bijbrengen. Oké, ik zie dat er nog één vraag is binnengekomen, misschien snel. Hoe zet je die LIDAR in QGIS? Ik weet niet of dat hier kan behandeld worden. Of, ik kan dat snel even zeggen en dan kan Hilde misschien of een collega van Onroerend Erfgoed een linkje in de chat zetten. Het hoogtemodel is ook beschikbaar als een WMS-laag, dus een serverlaag. En je kan in QGIS de WMS-laag inladen, want die data is openbaar. Dus daarvoor moet je op geopunt de juiste WMS-link opzoeken. En dan kan je die toevoegen perfect. Dat is geen enkel probleem. Oké, bedankt Wouter alvast voor deze boeiende presentatie. Ik denk dat we nu een korte pauze gaan houden van 10 minuutjes. En dan zien we jullie graag om 20:38 terug voor het Onder de Radar platform te ontdekken. Tot zo. We gaan er terug aan beginnen. We gaan luisteren naar Anja, die het platform van Onder de Radar verder gaat toelichten. Hallo, goedenavond. Het is al wat later op de avond, maar ik hoop dat ik jullie nog eventjes kan meenemen in het praktische rijtje van Onder de Radar. En we hopen jullie te kunnen motiveren om natuurlijk ook aan de slag te gaan. We verwachten dat er ook al een heel wat mensen van jullie hebben uitgeprobeerd op het platform. Dus als er al praktische vragen zijn, stel die dan daar straks zeker. En dan helpen jullie graag verder, moesten er problemen ondervonden zijn. Goed, we gaan aan de slag gaan. Voilà. Je kan op twee manieren het platform gaan bekijken. Je kan enerzijds gaan verkennen en je kan anderzijds gaan toevoegen.
Uiteraard, niet iedereen heeft een verhaal, niet iedereen doet aan onderzoek en kan een bijdrage leveren. Maar het kan natuurlijk zijn dat er veel Limburgers ook gewoon benieuwd zijn naar wat jullie daar allemaal op plaatsen en zelf de verhalen willen gaan ontdekken. Dus dat kunnen ze door alleen maar gaan te verkennen. Anderzijds gaan we zelfs ook kijken hoe jullie zelf verhalen kunnen toevoegen. We gaan starten met verkennen. Voilà. Een logische manier om aan de slag te gaan voor iedereen is natuurlijk te starten met je eigen adres. Je wil in je eigen omgeving gaan verkennen en dat doe je door rechtsboven het adres in te geven. En in dit geval gaan we inzoomen naar Hasselt. Wouter heeft daar al wat beelden van laten kijken. We zien hier het natuurdomein Tommelen. En we hebben op de reliekbol geklikt en dan zie je aan de rechterkant het verhaal verschijnen dat iemand heeft ingegeven. Maar ook de foto's en de filmpjes, daar kan je op inzoomen en het geheel dieper gaan bekijken. Je ziet ook duidelijk op de foto het impact van het paasbombardement. Aan de linkerkant kan je gaan kijken naar de luchtfoto's. Ze zijn verdeeld in 5 reeksen. En dan kan je door op het oogje te klikken een luchtfoto zichtbaar maken. En hier zie je duidelijk de impact van dat grote bombardement tijdens het paasweekend. Je kan dan rustig aan uitzoomen. En we hebben er ook voor gezorgd dat je bovenaan de foto transparant kan maken, zodat je de hedendaagse luchtfoto weer ziet. En aan de linkerzijde zie je 4 kleine kaders, waardoor je kan switchen tussen de hedendaagse kaart, de hedendaagse luchtfoto en de 2 hoogtemodellen waar Wouter uitgebreid op in is geweest. En je ziet op die hoogtemodellen ook duidelijk nog de restanten die vandaag de dag zijn omgevormd tot vijvers. En dan kan je weer opnieuw de luchtfoto zichtbaar maken. Voilà. Dat is 1 manier. Een andere manier om op zoek te gaan naar relicten, dat doe je door rechts beneden een filter te gebruiken. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, voilà, ik wil alleen maar alle Duitse relicten zien en alle Duitse bolletjes klikken omhoog. En dan kan je verder gaan zoeken en in dit geval gaan we rechtstreeks naar Sint-Truiden gaan. En we kiezen ervoor om alleen de vliegvelden zichtbaar te maken. In dit geval poppen er 2 op. De onderste is uiteraard Brussum, dat spreekt voor zich. Maar bovenaan is er een speciaal relict in Wilderen. Er was een getuigenis van dat daar een nepvliegveld zou geweest zijn. En dit is een mooi voorbeeld hoe onder de radar een bijdrage kan leveren. De foto's die erin zitten, die je net zag, zijn aangeleverd door het historisch centrum Luchtmachtbasis Brussum. Maar als we de luchtfoto gaan opendoen, voilà, dan zie je dus op de luchtfoto uit Wereldoorlog 2 de vliegtuigloodsen die daar dus gebouwd zijn om de geallieerden af te leiden van het vliegveld van Brussum en dus hopelijk daar te bombarderen en niet Brussum zelf. Helaas is dat foefje niet gelukt en heeft men daar dus nooit gebombardeerd. Dat is 1 van de manieren om dus ook op zoek te gaan naar verhalen. Voilà. Zo kunnen we dus verkennen. Maar jullie zijn hier hopelijk allemaal om toe te voegen. Dus we gaan ook eens kijken kort hoe we kunnen toevoegen. Ook jullie zullen waarschijnlijk aan de slag gaan met een adres. En dat kan je dan weer opnieuw rechtsboven gaan uitvoeren. Deze keer gaan we afzakken naar Genk en meer bepaald naar het kanaal. Waarom het kanaal? Omdat daar heel veel Duitse luchtfoto's aanwezig zijn. Dus links kan je weer opnieuw gaan kiezen voor de bovenste reeks. Dat zijn de Duitse luchtfoto's. En je klikt daar op het oogje, er klikt een foto open en je ziet onmiddellijk die rode en die blauwe annotaties waar Wouter er straks over bezig is geweest. Dus je kan als onderzoeker dan die luchtfoto nauwkeurig gaan bekijken en zoals er straks ook aangegeven, die transparant maken en ook de hedendaagse foto's erbij wat vergelijk te krijgen, zodat je uiteindelijk zeker kunt zijn van het relict wat je gaat aanduiden. In dit geval gaan we ervoor kiezen om de brug aan te duiden.
de oorspronkelijke brug die er was, die is beschadigd. Dus we klikken rechtsboven op relict en dan klikken wij op het relict en dan kan je starten. We geven dus aan dat het hier gaat om een brug. In dit geval dat die een Belgisch relict is en dat die beschadigd is. We voegen daar een kort verhaal aan toe dat die in 1940 ontploft is, zoals zoveel bruggen die tot ontploffing zijn gebracht voordat de Duitsers arriveerden. Je gaat daar jouw bron aan toevoegen daaronder, heel belangrijk. In dit geval hebben we eigenlijk gewoon de luchtfoto bekeken. Dan kan je ook het nummer van de luchtfoto gaan toevoegen. Dus dan zie je links dat het gaat om foto nummer 24. Je voegt die toe. Waarom is dat interessant? Het is vooral interessant voor degene die jouw verhaal moet gaan controleren, om dan ook gaan te checken wat jij gezien hebt op de luchtfoto. Je voegt jouw gegevens toe. En tot slot zend je jouw verhaal in. En binnen de 10 dagen is het de bedoeling dat het team van het PCCE jouw relict heeft gecontroleerd en dat het online geplaatst wordt. Voilà. Dit is kort door de bocht hoe je kan toevoegen, maar natuurlijk zijn er nog veel meer nuances aan. Dus ik ga jou of jullie eventjes meenemen en nog een aantal andere voorbeelden laten kijken. Wouter, als jij deze even kan uitschakelen, voilà, dan ga ik een ander beeld met jullie delen. Zo, zien jullie dit beeld van de one-pager? Kan iemand ja zeggen? Ja, Anja. Oké, dankjewel. Voilà. Dus als jullie van start gaan, de eerste plaats waar jullie terechtkomen is natuurlijk bij www.onderderadar.be. Dat is een one-pager. Jullie kunnen hier rechtsboven rechtstreeks naar de kaart gaan. Maar ik zou zeggen, verken de one-pager toch eens even, want daar staat nog wat extra informatie over het onderzoek, over Casey Jones, over Dick Tracy en zo verder. Maar wat ik vooral ook heel even wil laten kijken hier, en daar denken jullie straks maar even aan. Dus elke week komt er ook een uniek interview uit, eentje per gemeente. En als jullie geïnteresseerd zijn, dan kan je hier elke woensdag klikken om het interview te zien. Maar je kan ook de volledige lijst altijd bekijken van degenen die al uitgekomen zijn. Maar wat vooral belangrijk is om aan de slag te gaan met de kaart. Ik heb net die twee filmpjes laten kijken, dus die kunnen jullie rustig opnieuw bekijken thuis. Maar deze is vooral ook belangrijk. Dat is een kleine handleiding waar nog extra tips en tricks in staan. Van bijvoorbeeld, hoe herken ik nu een loopgraf op een luchtfoto of op LiDAR en zo verder. Dus we hebben dit samen met Wouter samengesteld voor jullie. En het is natuurlijk makkelijk als jullie die kunnen downloaden. En dan druk je linksboven. Dan verschijnt die normaal gezien, voilà, hier beneden in de balk. Dan kunnen jullie die afdrukken thuis. Of bijvoorbeeld op jullie tablet langs de computer zetten. En ondertussen, terwijl jullie aan de slag zijn, de tips bekijken. Voilà, dat wil ik jullie toch graag eventjes meegeven. Voilà, wat doe ik nu? Ah, hier. En dan beneden kunt je hem terug kleiner maken. Helemaal beneden, en dat is ook belangrijk als jullie aan de slag gaan met de kaart. Hier beneden staat het gebruikersreglement. En daar ga ik zo dadelijk ook naar verwijzen. Jullie gaan ene keer het gebruikersreglement moeten goedkeuren voor jullie een relict ingeven. Daarna verschijnt dat niet meer, maar twijfelt je toch van mocht ik dat of mocht ik dat niet, dan kun je het hier altijd terugvinden. Voilà. We gaan naar de kaart gaan en we gaan aan de slag. Zo. Jullie kunnen zien dat er al heel wat verhalen zijn ingegeven. We hebben ondertussen de kaap van 500 overschreden, dus we kunnen daar alleen maar blij over zijn. En we kunnen hopen dat jullie nog meer aan de slag gaan en verder meebouwen. Voilà. Ik ga er eentje bij pakken. We gaan naar Beringen gaan, speciaal voor Swa.
Voilà. Hier is, je ziet hier de Zuidstraat. Hier is een bombardement geweest. Een foutief bombardement, want we wou eigenlijk Leopoldsburg bombarderen. En de bommen zijn verkeerd geland. En hier zit één uniek verhaal, waar ook een interview van is gelanceerd. Als wij op die reliktbol klikken, dan zie je dus hier het verhaal verschijnen. En het is het verhaal van Karel van den Einde. Hij heeft het luchtbombardement meegemaakt. En hij is samen met zijn ouders uit het raam gesprongen en hij heeft het overleefd. Maar het was volledig weg, zijn huis. En dat kunnen we dan zien op de luchtfoto's. We gaan hier luchtfoto nummer 15 erbij halen. Voilà. Okay, hier eventjes. Even terug inzoomen. En hier zie je dus de impact van het bombardement, waar hij dus effectief zijn woning had. Dus op die manier kan je aan de slag gaan. Nu, wat ik hierbij wil zeggen, jullie zien hier dus al verschillende bolletjes staan. Ik zou zeggen, laat u niet tegenhouden. Hier zijn verschillende huizen, verschillende verhalen, verschillende gesneuvelden. Dat wil dus zeggen dat als één iemand een bol heeft geplaatst, dat dat niet het Walhalla is. Dus als jullie een extra verhaal hebben, laat u niet tegenhouden, plaats het erlangs. Ook bijvoorbeeld de Duitse foto's met die annotaties. Daar zijn mensen die systematisch de bunkers gaan aanduiden of de loopgraven gaan aanduiden. Maar die hebben dan geen verhaal. Die hebben daar herkend op de luchtfoto. Heb jij een verhaal dat daarbij past? Plaats er een reliktbol langs en plaats jouw verhaal erin. Heel belangrijk. Dus hoe meer verhalen, hoe liever. Ik ga er hier nog eentje bij zetten. We komen hier aan het kanaal. We doen de luchtfoto's open. En ik ga hier dus heel even een klein beetje extra uitleg geven. We zien dat de luchtfoto's in 5 categorieën zijn ingedeeld. Waarom? Om het ten eerste overzichtelijk te maken. Ten tweede om het systeem niet te overbelasten. Het gaat in totaal om 810 luchtfoto's. En dat moet voor jullie ook aangenaam blijven dat het systeem goed blijft werken. Daarom is er ook een extra element opgelegd, namelijk je kan maar 5 foto's tegelijk open doen. Als je de 5e foto hebt opengedaan, je wil een 6e open doen, dan ga je een bericht krijgen dat je een andere foto moet sluiten. Ja, dus dat is de reden. Achter elke categorie zie je een ietsje, daar ga je wat meer informatie vinden. Maar ik wil ook even duiden op de uitroeptekens. Wouter heeft het al aangegeven, sommige reeksen zijn op een lage hoogte getrokken, sommige reeksen zijn op een hoge hoogte getrokken. Dat betekent concreet dat je op sommige foto's dieper gaat kunnen inzoomen, meer details gaat kunnen zien als op andere. Dus die met de uitroeptekens zijn op hogere hoogte getrokken. En ja, woon jij natuurlijk net in een gebied waar alleen die op hoge hoogte aanwezig zijn, dan kan jij natuurlijk niet zo diep inzoomen voor de relicten in jouw omgeving. Dat is dan spijtig natuurlijk. Maar ja, we kunnen een historisch beeld niet helemaal gaan reconstrueren dat die de kwaliteit heeft van een beeld wat op lage hoogte is getrokken. We gaan hier eens eventjes de luchtfoto's open doen. Als we uitzoomen, en dan ga je voor alles kunnen doen, dan zie je dus de contouren van die luchtfoto's verschijnen. Als we naar de andere categorie gaan, zie je ook weer opnieuw contouren. En je ziet dus hier is helemaal niets aanwezig. Hier is ontzettend veel aanwezig. Voor het midden hetzelfde. Najaar. En Casey Jones. Voor dit gebied zijn er dus ontzettend veel luchtfoto's. We gaan naar een Duitse luchtfoto gaan. Je kan ofwel gewoon hier op klikken. Dus je ziet hier het blauwe oplichten. Dat betekent dat je die luchtfoto gaat open doen.
Of je kan naar beneden gaan. Dat is de luchtfoto die ik daar straks in Beringen heb opengedaan. Dus die heb ik nu niet meer nodig. Ik doe die dicht door op het oogje te klikken. En ik ga eens eventjes hier klikken. En nu gaat die open. Of ik had hier op een oogje kunnen klikken. Dus op die manier kan je aan de slag gaan. Je kan erop inzoomen. Je kan erop uitzoomen. Wat misschien interessant is, als jullie die luchtfoto voor een publicatie willen gebruiken, hier kan je op het pijltje duwen en dan verschijnt de informatie van de foto, uit welke reeks dat die is, welk vluchtnummer, in dit geval ontbreekt het nu, en de datum van de luchtfoto. Dus voor de onderzoekers is het zeker interessante informatie. Ik ga nu samen met jullie een relict ingeven en we kiezen voor de bunker. In dit geval staat hij er al in, maar ik zeg ja, maar ik heb een interessanter verhaal, dus ik ga een relict toevoegen. Normaal gezien, als jullie de eerste keer op platform komen, gaan jullie nu melding krijgen dat jullie het gebruikersreglement eerst moeten doorscrollen en goedkeuren. Daar heb ik daar straks gezegd. Eens goedgekeurd en je wilt het toch nog nalezen, dan gaat je naar beneden van de onepager. Daarna kan je met het kruisje op jouw relict gaan staan. In dit geval op de bunker. De coördinaten worden automatisch ingeladen. Ook het dichtstbijzijnde adres. En ik ga daar een kleine nuance bij maken. In dit geval kan het dus zijn dat er geen straat vlakbij is. Of geen huisnummer vlakbij is. Dan gaat die het adres het dichtstbijzijnde nemen. Soms ligt dat dichtbij, maar soms kan dat ook redelijk ver liggen. Bijvoorbeeld als je midden in de bos bent, dan gaat het systeem van Google gaat dan een adres nemen in de buurt. En soms kan je denken van, dat is wel redelijk ver, maar dat doet het systeem automatisch. Daar kunnen we helaas niet zelf aanpassen. De gemeente wordt automatisch ingeladen. In dit geval ga ik kiezen. Er zijn in totaal 13 relicten waar je uit kan kiezen. Allemaal onroerend erfgoedrelicten. Ik had aangegeven daar straks, wij zijn een onroerend erfgoeddienst. Dus dat betekent, stel dat jij zegt van, ik heb een legeruniform en ik wil dat op platform plaatsen. Ja, als jij dat legeruniform en het verhaal daar rond kan koppelen aan een gebouw of aan een bepaalde locatie in de provincie Limburg, dan kan je die op het platform plaatsen. Roerende erfgoed zonder een koppeling aan onroerend erfgoed kan op dit moment niet op het platform geplaatst worden. Maar stel dat je het voorwerp hebt aangetroffen dat het komt uit die bunker. Dus ik duid bunker aan. Ik geef er een titel aan. Dit zijn allemaal verplichte velden, zoals je kan zien. Dat is ook belangrijk om de zoekfunctie achteraf te kunnen gebruiken. En dan kan je starten aan jouw verhaal. Zoals je kan zien is het verhaal niet verplicht. Waarom niet? Omdat ik daar straks zei, sommige mensen gaan systematisch de luchtfoto's afgaan en we worden hun niet beperken in hun werkzaamheden om bijvoorbeeld alle bunkers gaan aan te duiden. Dus vandaar dat er ook een keuze is om het verhaal niet verplicht te maken. Je hebt in totaal 400 woorden de ruimte. Dat is al behoorlijk, zou ik zo zeggen. Dus geniet ervan en schrijf je verhaal. Sommige mensen zeggen van, ik vind dat moeilijk om dat in 400 woorden te doen. Dan raden we u aan, schrijf eerst uw verhaal apart in een Word-documentje. Daar kan je ook de woorden tellen. Hè? Dus dat kan je een keer testen. Copy-paste en zet het hier bij het verhaal. Dus op die manier kan je even een tussenweg nemen. Heb je het verhaal ingegeven en heb je zoiets van, ik heb er toch nog een fout in gedaan? Geen nood. Je kan altijd mailen naar pcce@limburg.be. Je krijgt in de mail die je ontvangt, krijg je een code van jouw relict. Zet dat mee in de mail en dan kan onze collega bij het controleren van jouw verhaal de verbeteringen aanbrengen. Als je verhaal hebt ingegeven, dan kan je de bron ingeven. Als onderzoeker weten jullie maar al te goed dat dat heel belangrijk is. Stel dat je een eerste rangs getuige bent, ja, dan is het je eigen verhaal. Dan plaats je eigen verhaal.
Is dat een getuigenis van een derde, bijvoorbeeld van jouw grootvader? Dan kan je dat aanduiden. Weet dat je toestemming moet hebben van die persoon, dat daar ook bepaalde regelgeving rond is. Zelfs als die persoon overleden is, dan moet je een bepaalde termijn respecteren. Dus dat is een verantwoordelijkheid die bij jullie ligt. Dat kan je ook terugvinden in het gebruikersreglement. De naam van de persoon wordt niet online geplaatst. Dus de naam van de getuige wordt niet online geplaatst, maar die is wel voor de back-office. De getuigenis, onderzoek of publicatie, dat spreekt voor zich. Ik heb het relict herkend op de luchtfoto, dat hebben jullie een filmpje kunnen zien. Jullie hebben een Duitse foto gezien, zoals hier. Ik heb hier een bunker aangeduid. Ik klik hier bijvoorbeeld op en dan kan ik een luchtfotonummer toevoegen. Dan open je hier aan de zijkant het geheel en dan zie je, ik heb luchtfoto nummer 25 openstaan en dan vul je het nummer hier in. Zoals ik al zei, is dat interessant voor de back office om te controleren. Maar je kan het bijvoorbeeld ook herkend hebben op het hoogtemodel. En het hoogtemodel waren deze twee blokjes hier aan de zijkant. Of een alternatieve bron. En jongens, we hebben het alternatieve bron genoemd. We moesten de kans bieden om ook een website te kunnen ingeven, maar natuurlijk hopen wij allemaal dat jullie kritisch omgaan met de informatie en hier geen Wikipedia gaan ingooien. Maar dat hoef ik jullie zeker niet te vertellen. Voilà. Hier staat gerelateerde collecties. Stel daar straks het legeruniform. Jullie hebben dat ooit op Erfgoed Plus geplaatst. Dat is een inventaris voor roerend erfgoed, dan kunnen jullie de link naar dat legeruniform kunnen jullie hier ingeven, zodat het onroerende aan het roerende gekoppeld wordt. Ben jij metaaldetectorist en heb je jouw voorwerpen aangegeven aan de CAI? Heel mooi, goed gedaan, dat hoort ook zo. Maar aan de andere kant heb je ook de keuze om jouw voorwerpen op vondsten.be te zetten, een initiatief van Medea, een van onze partners. Als je die daarop plaatst, kan je ook de link naar jouw collectie hierin plaatsen. Je kan daarnaast foto's en video's toevoegen. Dat gaat natuurlijk om de historische foto's en video's. Ook daar heel belangrijk dat jullie beschikken over de rechten van die foto's en van die filmpjes. Dat is ook de verantwoordelijkheid van degene die het ingeeft. Je kan maximaal 5 foto's ingeven en maximaal 5 filmpjes ter grootte van 10 megabyte. Stel dat je een foto van 20 megabyte erin dropt, geen probleem. Het systeem is zo opgezet dat je onmiddellijk een melding krijgt en een tip krijgt hoe jij je foto kan verkleinen. Je vult je gegevens in en drukt uiteindelijk op de verzendknop. En zoals ik daar straks had aangegeven, wordt het gecontroleerd binnen de 10 dagen. En nogmaals, heb je op de knop geduwd en zeg je van, oh, daar staat nog een fout in, geen probleem. Zend naar pcce@limburg.be en je kan nog extra toevoegingen doorsturen. Wat niet kan, dat is een foto of een filmpje nasturen. We hebben dat al voor gehad. Waarom kunnen wij een foto of een filmpje niet toevoegen in de back-office aan jouw relict? Omdat wij niet beschikken over de auteursrechten. Hoe kan je dat oplossen? Door een relictpol er langs te plaatsen. Dus je maakt een nieuwe relict aan en plaatst daar de extra foto bij. Je stuurt even een mailtje naar pcce@limburg.be en dan kunnen ze in de back-office die twee aan elkaar koppelen en dan zit het mooi bij elkaar. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Even kijken of ik nog iets kan laten kijken. Een beetje zonde dat we nu niet jullie aan de slag kunnen laten gaan. Als het een effectief erfgoedcafé was, zaten jullie nu voor mij met de computer en konden we de oefening samen maken. Nu is het inrichtingsverkeer, dus dat is een beetje spijtig. Ik ga nog heel eventjes met jullie naar Tongeren gaan. Ah, oh nee, sorry.
Zo. Hier zijn twee geschutsopstellingen gedetecteerd. We gaan de luchtfoto's open doen. We hebben hier foto 46. Ja. Dit is een voorbeeld van Duitse annotaties. En ik ga met jullie eventjes laten kijken wat die symbooltjes allemaal kunnen betekenen. Hier zie je machinegeweer. En Wouter, als je de microfoon open doet, kan je mij verbeteren, graag. Hier zie je machinegeweer. Hier zit zwaarder afweergeschut. En hier zijn twee vierkante haken waar waarschijnlijk vervoer kon inrijden. Wouter, zet je mee open? Ja, ja. wil jij nog graag iets aanvullen? Dat zijn concentraties van geschutsopstellingen die je echt over de hele provincie zal kunnen terugvinden. En inderdaad, zoals Anja zei, zie je daar vier opstellingen voor zwaar geschut. Die symbooltjes die zijn door de Duitse militairen gebruikt, afhankelijk van de vorm van de infrastructuur en van de schut. Konden ze inschatten of het over licht of zwaar of afweergeschut of artillerie of machinegeweren ging. En die symbooltjes die gaan we ook ter beschikking stellen voor jullie. Dat komt eraan. Een soort interpretatiesleutel voor die Duitse symbolen. Je had ook al een voorbeeld laten kijken aan de kanalen met de brug die opgeblazen was en de loopgraven, hoe die eruit zien. Brussum had jij ook al gedaan, maar we gaan er nog eens eventjes naartoe gaan. Wacht. Zo. Ja, inderdaad, in Brussel heb je, omdat er zoveel infrastructuur rond het vliegveld zichtbaar is, heb je een hele reeks symbolen. Dus dat groot vliegtuig centraal is gewoon de aanduiding voor een landingsplaats, dat blauwe vliegtuig. Maar als je meer in detail kijkt, dan zie je inderdaad alle kleine vliegtuigjes aangeduid met een accolade. Je ziet de zones waar de tenten stonden opgesteld. De soorten, verschillende soorten luchtafweer rond het vliegveld. Het blauwe met symbooltje een punt, streepje en twee parallele streepjes is luchtafweer in een lichte versie. En het cirkeltje met het streepje en de twee puntjes langs zou machinegeweren zijn. Natuurlijk, dat hebben zij op het terrein ook niet kunnen controleren. Zeker niet die geallieerde opstellingen, maar ze maken een inschatting. En die hebben daar natuurlijk wel veel ervaring in. Meer dan wij. Dus we kunnen er wel een beetje van uitgaan dat hun observaties betrouwbaar zijn, of toch zouden moeten zijn. Dus zeer interessant, die Duitse foto's. Ik ga hier nog één ding laten kijken. Hier hebben we ook een Duitse luchtfoto. Maar hier is niet zoveel op te zien, zoals je kan zien. Maar als we de luchtfoto nu transparant maken en we doen LiDAR open, dan zie je hier dus het loopgraaf verschijnen. De loopgraaf. Voilà. En ook op het tweede hoogtemodel zie je het ook. Dus ook op die manier. Dus het is niet altijd zo dat je het op de luchtfoto kan detecteren. Maar het kan dus ook zijn dat je alleen maar op het hoogtemodel derelicten kan detecteren. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Voilà. Ik heb nu een aantal voorbeelden laten kijken.
En ik zou eens heel even bij jullie willen polsen of jullie zelf nog bijkomende vragen hebben, zelf problemen ondervonden hebben waar wij even op kunnen inspelen. Dankjewel, Anja. Ik ga eens eventjes kijken bij de vragen. Er is eentje binnengekomen van Lode Gaukens. Wie doet de kwaliteitscontrole? Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed doet de kwaliteitscontrole. Dat is natuurlijk binnen de... Binnen de capaciteiten van het personeel van het provinciaal centrum. Wij weten natuurlijk ook niet alles over Wereldoorlog 2 in Limburg. Dus als jullie ergens een relict aantreffen waarvan dat jullie zeggen van ah ja, maar ik heb een bijkomende informatie of bijvoorbeeld er staat een nummer van een vliegtuig verkeerd of iets dergelijks. Het is altijd mogelijk om dat te mailen en aan te geven. Dus voilà. Oké, dank u. Nog een vraag van Kevin Follong. Ik heb originele foto's van oorlogsschade in Zonhoven. Mag ik die wel plaatsen? Als hij die beschikt over de rechten, kan hij die inderdaad plaatsen, gekoppeld aan een onroerend erfgoedrelict. Ja. Oké, dat waren voorlopig de vragen in de chat. Mochten er nog zijn, stel ze gerust. Dan ga ik heel eventjes, als er voorlopig geen vragen zijn, ga ik het laatste stukje even laten kijken. Wouter, ik ben er even uit. Dan kan jij terug in. Oké, als laatste willen jullie er nog even op wijzen dat we dus elke week... één gemeente in het daglicht stellen, één interview aan één getuige aan het woord laten komen. En die postkaarten kan je gaan ophalen bij de bibliotheken van de gemeente. Dus bijvoorbeeld als het verhaal van Hasselt verschijnt, dan kan je de postkaart van Hasselt in de bibliotheek van Hasselt gaan ophalen. We willen eigenlijk de mensen motiveren, ook ondanks corona, om toch buiten de deur te komen, Limburgens door te rijden, de postkaarten te verzamelen. En niet alleen dat, maar ook eventueel op locatie gaan te kijken. Bijvoorbeeld in het bos op zoek naar een loopgraf of dergelijke. Dus dat is eentje. En samen met de postkaarten wordt er ook elke week een interview gelanceerd, die je ook kan vinden op de OnePager. En wij geven vandaag het interview van Bree even mee voor jullie. Ik ben Rick van de Konijnenburg. Ik ben archeoloog van opleiding. En ik ben verbonden aan de stad Bree als stadsarcheoloog. Maar ik heb ook nog een bijberoep, mijn eigen bedrijf in archeologische onderzoeken. En in die zin hebben wij sinds 2010 een heleboel vooronderzoeken en opgravingen gedaan. En één daarvan was hier in Bree, noodzakelijk opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Uitbreiding van het industrieterrein Kanaal Noord. Er waren 32 hectare die wij met sleufjes onderzocht hebben. Op een onderlinge afstand, gelijk dat heet, van 15 meter. En er waren stukken bij van meer dan 300 meter lang. Dus dat was een hele ervaring. Ongeveer centraal in het grootste deel van het terrein hebben wij een loopgracht aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog. Het heeft even geduurd eerder wij goed door hadden wat dat we gevonden hadden. En het is eigenlijk doordat er ook metaaldetectie moet gebeuren, dat wij plotseling heftige signalen kregen op een paar vierkante meter. Ja, daar hebben we heel voorzichtig eens gekeken en dat bleken drie Engelse brandbommen te zijn, die waarschijnlijk in een duikvlucht over die loopgraaf waren afgegooid. Twee waren er ontploft en één was niet ontploft. Die heeft Dover dan opgeladen en meegenomen. Maar die hebben ons dan wel de goede raad gegeven als dat hier in een scheervlucht zou gebeurd zijn. De mensen die zien dat aan hoe die bommen in de bodem liggen. Dan is er dus een grote kans dat er nog liggen. En dan hebben wij bomweer moeten inschakelen. En bomweer, dat is een bedrijf die zich is
gespecialiseerd zijn in geofysisch onderzoek, om vooral in West-Vlaanderen op de velden rond Ieper en zo bommen op te gaan sporen. Die zijn dan gekomen en die hebben er nog een stuk of 8 bijgevonden, waarvan er een paar met heel instabiele ontstekingsmechanismen. En die zijn dan ter plaatse ontploft. En dan hebben wij ons afgevraagd, ja, hoe komt dat hier dan zo plotseling een klein stuk, want het was maar een stuk van 15, 20 meter, een loopgracht ligt. Blijkt dat in een van de huizen, boerderijen daar in de buurt, zou door de Duitsers gebruikt zijn als een munitiedepot. Helemaal op het einde van de Tweede Wereldoorlog zou dat allemaal gebeurd zijn. En ja, we spreken dan ergens een periode van juni, juli 1944. We zijn bevrijd in september 1944. En vlak daarbij ligt dan ook de Beliebrug. Tegenwoordig is een grotere betonnen brug. En die Beliebrug die heeft bestaan van 1944 tot de jaren 70. Gebouwd door een Engelse compagnie die daar speciaal voor opgeleid was. En die brug die is op één dag gebouwd. Als ik me niet vergis, 24 september 1944. Dus morgens om 6 uur begonnen en tegen de middag was de brug al bereikbaar. Dus dat is heel snel gegaan. Maar gelijk alle andere bruggen over de Zuid-Willemsvaart was de brug in Bree ook opgeblazen. Om te verhinderen dat de geallieerden snel richting Duitsland konden trekken. De brug is gebouwd nadat operatie Market Garden mislukt was. En een andere route gekozen heeft om Nederlands-Limburg verder te gaan bevrijden. Het is van hieruit dan dat streek van Toorn, Wessen, Ittervoort allemaal bevrijd geworden is in de septemberdagen van 1944. Ondertussen ook eventjes een vraag binnenkomen over dat er inderdaad een beperking is tot aan de grenzen van Limburg. Daar kunnen we helaas niks aan veranderen. Er is inderdaad tot nog toe een begrenzing aan de grenzen. Maar ja, laten we hopen dat er partners in de toekomst gaan aanhaken en dat er wel mogelijkheid is om relicten ook verder als Limburg in te klikken. Meer kan ik daar op dit moment niet op antwoorden. Wat jullie hier nog zien is een overzichtje van alle erfgoedcafés. Er zijn er ondertussen al een aantal gepasseerd, waaronder digitaal door corona. Maar volgend jaar zal er ook nog een aantal fysieke zijn en ook nog lezingen. Dus hou de website onder de radar in het oog. Stel dat je nog kameraden hebt of vriendinnen die graag ook willen deelnemen, maar toch ook eens graag willen kijken hoe het precies in elkaar zit, sturen dan zeker naar een van de erfgoedcafés. En natuurlijk als afsluiter heel veel bedankt aan de IOED Lagekempen, aan de IOED Kempen en Maasland en aan de erfgoedcel Mijn Erfgoed om dit natuurlijk mogelijk te maken en ook om de informatie naar jullie op deze manier te kunnen brengen. Voilà. Dank u wel, Anja. Dank u wel, Wouter, voor een zeer boeiende avond. We hebben er allemaal veel van opgestoken. Het is ongelooflijk ook hoeveel werk dat er al heeft ingekropen. Maar ik ben er zeker van dat de komende maanden nog heel veel mensen achter hun scherm gaan turen en zelf een bijdrage gaan leveren of verspreiden. We willen ook heel bijzonder Hanne Jakubiak en Leen Roels bedanken van Mijn Erfgoed, die eigenlijk achter de schermen dit erfgoedcafé hebben helemaal georganiseerd. We hebben daarin mogen steunen, maar zij hebben het toch wel getrokken, dank u wel. De opname van deze avond die wordt verspreid onder de deelnemers en onder eventueel mensen die nog willen daar kennis van nemen en die avond nog eens op kijken, dus dat komt ook nog online. En de chat gaat open blijven nog even voor mensen die nog willen netwerken. We kunnen helaas geen frisse pint aanbieden, dus die moet je er even bij verzinnen. Maar we hopen echt waar dat we de volgende keer terug live kunnen netwerken en onze passie voor het erfgoed opnieuw kunnen delen met elkaar op een live manier.
Alle feedback over de vanavond is nog altijd welkom via leen@mijnerfgoed.be en dat vind je ook op de website van de organisatie. Goed, dan gaan we het hier bijhouden wat ons betreft. Heel erg bedankt voor uw aandacht. Nog eens dank aan Anja en Wouter en nog heel veel succes ook. Wij blijven ook het project steunen en verspreiden in heel Limburg. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag.